Mijn naam is Peter Villegoua. Ik ga jullie wat wijzer maken in InDesign, tenminste opfrissen. Ik ben een certified expert en instructeur van Adobe. Nou, ik ben niet van Adobe. Ik doe dat graag namens Adobe. Ik ben gewoon een ZZP'er, misschien zoals jullie ook. En ik doe heel veel trainingen geven. En ik mag af en toe wat vertellen namens Adobe op beurzen en presentaties. En vandaag ook hier. Maar ook met een beetje onafhankelijke pet op. Ik zal jullie ook leiden door InDesign op punten waarvan ik zeg van... Nou, dat is een groot onderdeel van Adobe. Heel vinden ze heel leuk, maar daar doen we even niks mee. Zo eerlijk ben ik wel. Dus ik probeer je toch een beetje te behoeden voor al die promotie die Adobe erin stopt. Van en dit moet je doen en zo moet je en de cloud en zus. En rustig aan beginnen, rustig aan beginnen. Dus we gaan eerst even kijken of dat begin, het werken met InDesign in de basis, of dat nog steeds een beetje erin zit. Oké? Verder doe ik ook sinds een jaartje zogenaamde UX-trainingen. UX, kent u UX-design? Wie heeft wel eens met web- en app-design iets te maken? Web, er waren twee mensen, ja, ik zat net te kletsen met twee mensen. Ja, jullie deden met web en UX ook. Dus dat doe ik dus ook. Ja. En het is een heel andere tak van sport. Dan moet je opeens met stickers op een muur gaan plakken. En met stiften gaan kalken en zo. Heeft niks meer met grafisch te maken. Nou ja, zijdelings wel natuurlijk. Mocht je mijn visitekaartje willen hebben, het staat hier. Mocht je me willen mailen, mij best. Doe maar met vragen over de inhoud van wat we gaan behandelen. Dan mag dat natuurlijk wel. Even kijken, wat hebben we op de planning staan voor deze middag? Wat gaan we doen? We gaan even lekker bij zitten. We gaan eerst even een korte inleiding houden. En ik maak hem ietsje korter dan ik gepland had. Want ik zie dat we dus een 10 minuutjes even iets korter moeten doen. Nou, dan haal ik dat een beetje van de introductie af. Dat kan best. Maar we gaan dus even back to basics. Hoe zat het ook alweer? De beginselen van Adobe InDesign even goed weer voor de geest krijgen. Oh ja, basispagina. Oh ja, daar zat het ook alweer. Automatische piloten horen er ook bij. Dat ze jou gaan helpen om snelle productie te draaien. En tot slot, dat is een beetje na de pauze, denk ik, wat nieuwe onderwerpen. Dingen die nieuw zijn in Adobe InDesign. Die misschien interessant kunnen zijn, voor zover ze niet bij het begin al horen. Maar ja, zo'n programma is zoals InDesign is toch wel een vrij oud programma. Dat is lastig. En printmedia zijn duidelijk eigenlijk. Daar gebeurt niet veel aan vernieuwing aan het vormvoorbereidingskant. Ja, wel een soort verpakking en dingen, allemaal mooi wel. Maar aan de kant van InDesign, boeken, bladen, folders maken. Het voorbereiden daarvan is eigenlijk een heel oud vakgebied. Wat al heel lang bestaat, al honderden jaren bijna. Dus er is niet veel nieuws of grootschaligs anders opeens. Dat is niet in InDesign. Het is een mooi gereedschap voor iets wat we al heel lang doen. En op een gegeven moment is dat ook klaar. Dus je zou bijna kunnen zeggen, InDesign is af. Het is goed zo, mooi. En het moet gewoon zo blijven zoals het is. Maar er moeten natuurlijk af en toe nieuwe functies in. Natuurlijk af en toe wel, anders verdient Adobe er niet aan. Maar er zijn wat nieuwe dingen. Maar niet zo heel veel, eerlijk gezegd. Ja, het is toch een mooi gereedschap wat al prima werkt. En zoveel verandert er niet aan drukwerk wat je met InDesign zou gaan maken. Even kijken, gevoel of ik iets vergeet. Nee, ja, deze inleiding dus. Ja. Ik vind dat altijd leuk om hiermee te beginnen. Ik was een keer in Utrecht in het Katharijnenconvent. En er was een expositie over beeldschone boeken. Hele mooie oude boeken uit de middeleeuwen. Van zo'n dikke grote, ja, zo'n grote dikke boeken met een kaft als een plank. Met juwelen erop en mooie edelstenen en goudbeslag en een slot erop en zo. Wat zou dat zijn voor een boeken trouwens? Bijbels, hè? Bijbels of zangboeken. Ja, want ze hadden nog geen iPod vroeger, dus moesten ze vroeger zingen uit een boekje. Dus al konden ze hun kont niet krabben met geld of zo, toch hadden mensen wel een klein zangboekje. Vonden ze leuk in de middeleeuwen, want ze moesten toch meezingen in de kroeg. Dan hadden ze een zangboekje. Of een bijbel. Dus er waren heel veel bijbels met mooie, dikke kaften en mooie versierde pagina's. Dit zijn de pocket-uitgaves, iets goedkoper. Voor de kapelletjes in de buurt die niet zoveel geld hadden natuurlijk. En dat werd dus gemaakt door wie maakte dat? Wie weet dat? Wie maakte dit soort dingen? Dit soort mooie pagina's. Wat? Pardon? Monniken maakten dat. Die zaten in een klooster, zaten ze de neus te peuteren en pagina's over te schrijven. Pagina na pagina werd geschreven met de hand. En ingetekend met mooie kliederingetjes en zo. Hier zie je dus duidelijk een protestantse bijbel. Want er mochten geen plaatjes in, hè? Nee, geen plaatjes, alleen maar letters. Ja, gingen ze letters versieren. Want de ene reseller van die bijbels moest natuurlijk... Monnikenklooster, waren ook gewoon resellers. Copyshops. Die moesten dus mooiere bijbels maken dan de andere klooster. Dus er gingen ze mooie sierlijke letters maken. Dit doen we nog steeds, hè? Zie je dat er verschijnt? Dat er één grote letter in een boek of een artikel... één grote letter wordt gemaakt om toch iets te versieren. Ja, ik heb geen foto. Nou, doen we toch dat. Is toch ook mooi? Dus dat doen we nog steeds, dit soort dingen. En dit is duidelijk een heel mooie met bladgoud vergulde letter. Dit is zo'n muziekboekje trouwens. En hier zie je, dit is duidelijk katholiek, hè? Er hangt een Jezus aan het kruis, dan moet het wel katholiek zijn. Dat is een katholieke bijbel. Dus vroeger werden heel veel van die bijbels gemaakt, geschreven, getekend. En, nou, ik ga niet zo ver terug in de historie dat het zo belangrijk is. Maar het grappige is, in die expositie, ze hadden in één vitrine
hadden ze een, ja, nog eventjes, nee, nog even terug. Hadden ze één pagina hangen, of een spread heet dat dan, is een opengevouwen pagina. Of het openvouwt. En die spread, die was er niet af. Dus ik kon zien hoe die gemaakt werd. Dus ik kon zien, kijk, als de monnik, die had er geen geld meer voor, of wilde niet meer, was dood, was ziek, weet ik veel. Of de kerk betaalde niet meer voor die Bijbel. Nou, dan stoppen we ermee, dan hou ik ermee op. Staken. En dan zag je dus in die pagina hoe dat in elkaar zat. En dat vond ik wel leuk, want dan kon je zien dat we eigenlijk niks anders doen wat toen ook werd gedaan. Die pagina met dat raamwerk van lijntjes en blokjes en kaders en hier een stukje tekst, dat doen we nog steeds zo. Er is in dat opzicht weinig veranderd. Het medium is nog steeds hetzelfde. Hoe we het maken, wat we maken. Nou ja, hoe niet? We maken met heel ander gereedschap doen we het nu. En dan doen we het met meer zitvlees en schonere vingers waarschijnlijk. En met een muis en met een toetsenbord. Maar hoe eraan gewerkt werd, is eigenlijk hetzelfde gebleven al honderden jaren lang. Vond ik mooi om te zien dat het eigenlijk niet veranderd is. Dus InDesign heeft dus niet zo heel veel veranderd aan wat we maken, maar hoe we het maken. Het is een nieuw gereedschap voor een oud medium. Dat al honderden jaren, zo niet duizenden jaren bestaat. Daar komt nog wel een andere stap tussendoor, namelijk dat drukwerk. 5 eeuwen geleden hebben ze drukwerk bedacht, dat het sneller moest. Ja, die monniken hadden ook reorganisatie. Sneller werken. En sneller pagina's, meer pagina's. Druk op de ketel. Dus die monnikenkloosters moesten dus gaan sneller werken. Hebben ze een drukpers bedacht met uitgeverij. Hebben het ook gedaan. Gutenberg heeft dus die drukpers bedacht om sneller meerdere pagina's te drukken. En letters uit hout of lood of ijzer te snijden of te gieten. Nou goed, dat hele verhaal ga ik niet helemaal mee vermoeien vandaag. Dus ik sla een beetje over. Ik ga even doorschieten hier. Wat we vandaag de dag doen. Nou, misschien deze nog even erbij. Wel leuk. Jaren 60, 70 van de vorige eeuw, zetwerk en handwerk, toen kwamen de computers al een beetje. Niet meer van die loden of houden letters in zo'n letterbak. Heb je nog zo'n letterbak aan de muur hangen gezien? Die moet niet aan de muur hangen, die moet in een kast. Dat is een la eigenlijk, zo'n letterbak, die hoort in een kast. Dan moeten geen prulletjes van de vakantie, dan moeten allemaal losse letters in. Toen kwamen de computers, gingen dat vervangen, die letterbakken, want dat heb ik even overgeslagen. En toen gingen ze setwerk met computers maken. Stroken tekst kwamen uit, een soort apparaat met een computer en een toetsenbord. Dan kwam er een strook tekst uit en die kon je dan opplakken. Zag er zo ongeveer uit. Jaren 60, 70, 80 begon dat. In de jaren 80 nog steeds gedaan zo. Dus veel, ja, dan zit hier iemand heel erg te knikken. Ja, daar zit ze. Daar is ze. Ja, nou weet ik ook hoe oud je bent. Ja, die moest zo'n knip hier van dichtbij. Inderdaad, knippen, plakken. Hè? Ja. Dat was dus het handzetwerk. Tot wanneer nog gedaan? Vorige week? Nee. Ja. 1991. Bravo, applaus voor de dame van 1991. Nog handzetwerk gedaan. Een stem uit het verleden hier. En toch heel snel toch naar een computer gegaan. Hè? Ja, toch maar wel doen. Dus dit is het handwerk zoals het lange tijd gebeurde. Enkele decennia. Een beetje tussen computer en een beetje handwerk. Nu hebben we dus computers. De computer deed zijn intrede. De 3A's. 1A van Apple. Met zijn Macje. Zo'n klein hummelcomputertje al lief. Hè? En die kon dan grafisch werk doen. En dan kwam er een hele pagina in één keer uit een apparaat rollen. En dan had je software voor van Aldus PageMaker. Als ik nu zie knikken, weet ik ook hoe oud je bent. Ja, dat is van 1980er jaar ongeveer. PageMaker was het eerste opmaakprogramma. Je zou kunnen zeggen de voorloper van InDesign. Ja. Dat PageMaker-programma draaide op een Mac. En dan kon je dus pagina's gaan maken op zo'n klein schermpje. Een krant maken, maar we deden het. En inzoomen, uitzoomen de hele tijd. Toen kwam er nog een ander merkje, Adobe. Een klein merkje. Die hadden een taal, die heette PostScript. En die kon dus de printer aansturen. Want je kon wel iets moois maken op een Mac met PageMaker. Maar het moet er ook uitkomen. En daar hadden we dan PostScript-taal van nodig. Hadden we een PostScript-printer. En die kon dan PostScript begrijpen. Dus ik denk van, ja, moet ik het allemaal weten? Als beginner of als opfrisser. Ja, want in feite is een PDF eigenlijk nog steeds een PostScript in geschenkverpakking, zou je kunnen zeggen. Dus nog steeds PostScript in die PDF. Dus ze gebruiken die taal nog steeds. We gebruiken niet alleen Macintoshes, we gebruiken ook Windows tegenwoordig. We gebruiken geen PageMaker meer, helaas. Dat is voorbij en voorüber. Andere partijen hebben dat overgenomen. Dus we hebben een aantal programma's in het grafische veld zitten die ons dus laten werken aan grafische producten die geprint gaan worden, die gedrukt gaan worden. Allereerst software voor beelden. Illustrator en Photoshop. Wel bekend? Wie kent Illustrator en Photoshop? Toch wel de nodige mensen. Ja, weet je, okay. En dan hebben we dus nog opmaaksoftware. Ooit dus begonnen PageMaker. Nou, daar zag ik een paar heel beschamende gezichten van. Ja, ik heb het nooit gedaan. Quark Express. Oeh, ja, daar komen wat meer. Ja, dat was. Nou, we hebben toch heel veel werk ermee gedaan in die tijd, toch? En tenminste, als je toen er ook mee werkte. En toen werd het al heel snel overwonnen door InDesign. Jaren 2000, 2001 heeft InDesign gezegd van Adobe zei, we gaan dat zelf wel doen. Dus die andere twee die mogen wel weg.
Dus nu hangt er ook een cloud saus overheen, dat Adobe Creative Cloud heet. Adobe Creative Cloud. En dat is dus nu de software die wij gebruiken voor print en grafische zaken. Dat zijn dus deze drie. Illustrator, Photoshop voor de beelden. Een soort twee verschillende soorten programma's. Eentje meer voor logo-achtige dingen, Illustrator. Eentje meer voor fotografische dingen, Photoshop, de naam zegt het al. En dan de laatste in het rijtje, InDesign, voor het zootje bij elkaar te zetten. Om dus een boekje of een blad ervan te maken. Er zit wat overlapping in. Ik wil het toch even een beetje positioneren. Er zit wat overlapping in. Vaak vragen mensen mij van, ik doe alles liever in Photoshop. Dat kan, hè. Ze hebben drie programma's. Dus dit is dan Photoshop. En dan dus Illustrator. Daar zit niet zoveel overlap in, hoor. Tussen Photoshop en Illustrator. Dit is dus meer voor foto's. Ook loopt nou helemaal uit beeld. Ja, sorry Michiel, maar dat wist je ook niet. Even de camera zeggen. Ik zal hem dadelijk even voorrijden. Zo beter, Michiel? Is hij er nog, trouwens? Hij zegt, heeft hij wel leuk te zien vanavond. Okay. Dus we hebben Photoshop voor fotografie. Dit is meer voor logo's. Daar zit een beetje overlap in hier. Dat je wel wat kunt zeggen van, je kan kiezen liever een Photoshop Illustrator. Maar het is toch een beetje water en olie, die twee. Het zijn toch twee programma's die toch wel verschillend werken. Houden toch een beetje aan elkaar. Niet van, ik doe alles in Illustrator, vind ik veel leuker. Dat kan niet. Je kan geen foto bewerken in Illustrator. Of nee, het is vandaag dinsdag, doen we alles in Photoshop. Niet doen. Dat is echt een soort materiaal wat je maakt. Is het Photoshop of Illustrator. Dan hebben we dus een InDesign, daar komt het soortje bij elkaar. Dus InDesign, daar komt het soortje bij elkaar. Die heeft, ik moet hem een beetje zo tekenen. Die heeft een beetje raakvlak met Illustrator. Dus je zou kunnen zeggen, je kunt ook een boekje, een boek niet, maar een blad, of een foldertje, of een advertentie, of een voorkantje, achterkantje van een kaartje, of een serie kleine, grotere advertenties, zou je kunnen doen in Illustrator. Dus hier zit wel wat overlap in. Maar voor de rest blijf je toch hier heel snel werken als het gaat om echt meer pagina's en meer tekst. Folders, brochures, advertenties, series die wat groter zijn. Een heel blad, een magazine. Dan ruik je toch meer naar InDesign. Dan moet je echt naar InDesign gaan. Dus je kunt heus wel een kaartje, voorkantje, achterkantje maken in Illustrator. Of een serietje advertenties, een stuk of drie onder elkaar of naast elkaar leggen. Prima. Maar wordt het echt een boek met linker en rechter pagina's en vouwen en een nietje erin is allemaal. Met heel veel kolommen en marge. Dan liever dus naar InDesign. Afgesproken, dus daar scheiden de wegen een beetje. Dus dan weet je dat het niet is van, ik vind toevallig InDesign leuk, doe ik alles daarin. Hoeft niet. Je kan geen foto bewerken in InDesign. Je kan er wel verwerken, maar je gaat niet bewerken in InDesign. Snap je het verschil? Oké? Dus dat even nog als opfrissertje voor welk programma moet je ook alweer gebruiken, voor welk soort doel. Want ik zie er toch vaak mensen in Photoshop een foldertje gaan maken. Ja, dan maak ik me toch altijd even een beetje zorgen. Want dan krijg je pixels eruit, dat is niet zo mooi. Dus dat zijn de twee soorten programma's. Enerzijds illustratieve programma's, Illustrator en Photoshop. Anderzijds de opmaak, liefst een InDesign. Okay? Zeker als het om meer pagina's en meer tekst gaat. Dan hebben we nog andere software nodig. We hebben ook gewoon programma's nodig die tekst en data aanleveren. Word, Excel voor data, voor tabelletjes en dat soort dingen. Misschien ook 3D-software voor mooie beelden te maken. Dat noemen we niet echt grafische software, maar het hoort er niet echt bij. Maar we kunnen wel dingen ervan gebruiken, wat eruit komt. Een mooi 3D-beeld van een gebouw dat in een makelaarskrantje moet bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Maar dat zul je niet snel in de handen van de grafische mensen zien gebruiken. Dan zeggen ze, dat is toch wel een andere koek hoor. Zoiets. Dat is toch wat technischer. Of video die een beeld aflevert om in een boekje te zetten. Dat kan natuurlijk. Maar dan ben je een beetje van elkaar aan het lenen. Maar het is niet echt grafisch, vinden we dan. Dus dat zijn de drie belangrijkste programma's, die drie. Dat is de trojka van Adobe. Illustrator, Photoshop, InDesign. En we gaan vandaag dus kijken uitgebreid naar InDesign. De opmaak. Wat doet de opmaaksoftware, zoals InDesign? Hij doet dus wat doet hij eigenlijk niet? Hij doet niet tekstverwerking. Ja, je kunt wel tekst binnenhalen, maar je gaat geen lange lappen tekst tikken in InDesign. Doe dan liever een Word. En dan kom je terug naar InDesign en dan stop je het daar erin. Snap je? Je kunt wel een kopje typen, of een bijschrift, of een correctie maken. Maar je gaat niet lekker tikken in InDesign. Dus mensen aan je vragen van, je moet nou ook InDesign hebben als ik tekst voor je wil maken. Nee, doe maar een Word en dan krijg ik het Wordbestand van jou. Okay? Dus het is niet zo goed in tekstverwerking, dat programma. Het is ook niet goed in tekenen. Nee, dan zeg ik InDesign, ga lekker naar mijn broer, Illustrator. Die kan dat veel beter. Dus we gaan geen logo's maken in InDesign. Je gaat een logo maken in Illustrator. En overhalen naar InDesign om het daar verder te verwerken. Maar niet bewerken. Ja, twee klikken en je zit weer in Illustrator om het weer te veranderen. Dan kom je weer terug. Dus zo is een goede integratie van die software. Tussen de foto, de logo's, de Illustrator, dat soort dingen allemaal. En InDesign die een beetje bij elkaar harkt. Snap je het? Dus dat is dan de opzet. Waar is het programma dan wel goed in, vraag je dan af. Nou, het programma is goed in dingen op een plek neerzetten. Dat klinkt zo simpel als ik het ook nu beschrijf. Wie werkt er al met InDesign al regelmatig? Toch wel? Ja, toch wel de dan snap je hoe makkelijk dat is. Wie werkt er wel eens aan Word om iets op een plek te zetten?
En het vooral te houden. Dat het dan weer gelijk floep naar andere pagina's. En dat is dus de kracht van zo'n opmaakprogramma. Dat je dingen op een plek kunt zetten. Lijkt zo simpel, maar het is goud waard. Dat iets blijft staan. Daarom op marketing mensen ook altijd naar PowerPoint gaan. Dan blijven de mensen staan. Maar PowerPoint is niet goed grafisch verder. Het is een presentatieprogramma voor heel andere doeleinden. Maar dingen op een plek neerzetten op een pagina is belangrijk. Nogal. En dat het daar ook echt blijft staan. Dus what you see is what you get, zeggen we dan al 30 jaar. Dus wat je ziet op het scherm, zo komt het eruit. Guarantee, scouts honor, oké? Okay? Een andere kracht van het programma is de typografie. Een hele goede, verfijnde typografie instellen die verder gaat dan lettertype en lettergrootte of zo. Er zitten veel meer verfijnde typografische krachten in. In een masterclass, in plaats van deze opgids, hebben we ook masterclasses. Dan gaan we daar wat dieper op in. Dan gaan we wat meer van die finesse boven water halen. Maar wees gerust, een heleboel gaat al automatisch goed om het iets beter eruit te laten zien. Als je een tekst, een foldertje zou proberen te maken in Word, en je print het en je zegt het, of je maakt het ook zo in InDesign vergelijkbaar. Zelfde lettertype, zelfde tekst, zelfde grove indeling. En je legt ze naast elkaar. En puur naar de tekst kijkende zie je dan toch, het ziet er lekkerder uit, die van InDesign. Die van InDesign is toch wat mooier, vreemd genoeg. Het ziet er gewoon professioneler uit. Dan komen er zaken zoals spaciering. Spaciering van letters en teksten. Dat gaat beter in InDesign. Okay? Dus ook dat zijn dingen die InDesign voor heeft op andere software. En waar jij meteen gebruik van kan maken. Of, als je er meer van weet, gaat instellen hoe het anders moet. Dus uitgebreide typografie instellen. Dat is ook een mooie. Of gebruiken zonder het hoeven instellen al. Dat zijn mooie dingen. En wat dan ook belangrijk is in deze software. Dat we ook automatische piloten krijgen die ons gaan helpen. Want stel ik heb een boek van 300 pagina's. Met iedere keer een logootje of een paginacijfertje onderaan. Dan ga ik dat geen 300 keer knippen en plakken natuurlijk. Dat ga ik dus automatiseren. Dus er komen ook automatische piloten eraan te passen in InDesign om je dus met bijvoorbeeld basispagina's te laten werken. Wie gebruikt ze al basispagina's? Nou, daar hebben we wat te leren van. Nou, ja, ik zie een paar vingers dus. Niet een beetje wijfelachtig misschien ook, maar dat gaan we doen. Gaan we doen. Een andere kant van het programma, een andere tak van sport, is typografie automatisch instellen. Als ik in een blad ga kijken, zie je overal kopjes, dan weer een bijschrift, dan weer een foto met een tekst eronder en dan weer een stukje gewone tekst, citaten erbij. Dat zijn allemaal terugkerende soorten instellingen. Ik vind het niet leuk om iedere keer weer in te stellen, dit kopje moet een impact, 18 punts, een beetje afgespaceerd, groen zijn. Daar heb ik geen zin in. Dus ook daar gaan we een automaat voor erbij halen, dat heet dan de tekststijlen. En die twee onderwerpen gaan we zo meteen bekijken, dat ze er zijn, waar ze zitten, hoe ze werken. Okay? Maar het zijn geen automaten in zin van dat hij het zelf al uitzoekt, nee, je moet het hem voorkouwen. Want dat doet InDesign, hij doet niks automatisch. Je moet het hem voorkouwen en dan gaat hij jou nadoen. Oké? Okay? Dus het is geen van, oh, InDesign, doe iets leuks maken. Nee, jij moet iets leuks maken. En als het saai wordt, dan denk je van, moet ik het nou weer doen? Moet ik nou weer een pagina, weer een logotje, weer een kopje maar maken? Dan moet het lampje gaan branden in je hoofd dat zegt van, ik moet nou iets 3 of 4 keer hetzelfde doen. Dat zou wel eens een keer automatischer kunnen. Want voor iedere handeling die je zou doen in InDesign 3, 4 keer hetzelfde, heeft er wel iemand gezegd van, dat moet makkelijker kunnen. Oké? Nou, we gaan naar dat soort dingen kijken. De basispagina's en tekststijlen, maar überhaupt, of überhaupt al eerst, hoe moet ik sowieso dingen neerzetten en typografie instellen? Ook omdat in de laatste versies wat verandert qua werkwijze, het is ook goed om even te weten als je al lange tijd er niet mee gewerkt hebt. Het ziet er een beetje anders uit. Je mist misschien een paar panelen. Gaan we over hebben. Oké? Goed, dan ga ik nu even. Oh, ik ben toch nog iets vergeten. Heeft iemand toevallig een blad bij zich of zo? Of een boekje of een foldertje of iets toevallig? Ik moet even. Oh, hier ligt wat. Oh jee. God weet wat het is. Ja. Nou, is dit bruikbaar? Ja, dat is bruikbaar. Nou, gaan we even kijken. Wat zit er in een pagina? Dus de inhoud van een pagina. Wat zit erin? Ja, het lijkt een rare vraag. Maar doe hem toch even. Oh, dan verklap ik hem al. Dat is niet handig. Nou, wat zit erin? Niet kijken. Tekst. Joh, ja? Tekst. Tekst in allerlei soorten, kleuren en maten. Dus grote teksten, kleine teksten. Hier een klein tekstje daar. Er zit tekst in. Wat zit er nog meer in? Beeld. God, dat is ook... Ja, afbeeldingen. Fijn. Wat voor soorten afbeeldingen zie je dan? Hier of daar bijvoorbeeld? Foto's, logo misschien nog ergens. Ja, hier een logootje, daar een logo. Dus logo's en illustraties zitten erin. Zit er nog meer in? Een soort vlakkende achtergrond, hè? Een soort verlooptint. Waarschijnlijk hebben ze het niet zo gefotografeerd, maar hebben ze dat. Is dit één beeld en moet hier dus een achtergrond erin komen of zo? Hè? En zit hier nog meer andere blokken of balletjes? Want dat zijn dingen die we vaak vergeten, namelijk grafische elementen zoals daar zijn.
simpele lijntjes en vlakjes. We vergeten ze altijd een beetje, de stiefkindjes. Dus tekst en beelden, ja, dat spreekt voor zich. Maar ook lijntjes en vlakjes, oké? Okay? Die hebben we ook nodig, die kunnen we ook maken in InDesign. Dus dat gaan we eens even doen. We gaan even kijken hoe we deze drie grove brokken neerzetten. En ja, als je dat al hebt gedaan, denk ik van, ja, moeten we zo ver terug gaan? Ja, misschien toch even wel. Maar gooi tussendoor, ik strooi nog wel wat andere snuisterijen om je aan de praat te houden, hoor. Dus we gaan even iets maken. We gaan even een klein foldertje of zo maken, toch? Nou, voor mij een paar dit, toch? Dat ligt een hele stapel hier. Ik kan ook een zakje Pickwick, maar dat is wat klein om te zien, hè, van veraf. Dat doen we die niet. Oké. Okay. Ja, dat is het leuke van DTP, dat grafische vak. Alles wat je dus om je heen ziet wat gedrukt of geprint is, blikje, kan je wel zeggen, ja, kan ik maken. Ik hoef er niet eens naar te kijken. Kan je altijd zeggen, ja, natuurlijk kan ik dat maken. Dat kon je 20 jaar geleden nog niet zo goed met die software, bij Express bijvoorbeeld, maar bij InDesign wel. Als het hiernaast bestaat, kan ik het maken met Illustrator Photoshop en InDesign. Dat is het grote gemak, zeg maar ja tegen alles, dat kan altijd gemaakt worden. Dus er is niks in dat blikje of wat dan ook waarvan ik kan zeggen, nee, dat kan er even niet hoor. Het is toch gedrukt? Het is met die technieken gemaakt, dus dat moet kunnen. Jullie moeten mij ook een beetje helpen, want ik doe net alsof ik niks weet, maar ik wil ook even weten hoe ver jullie dingen al weten. Ik ga InDesign wakker schudden. En we gaan een beginnetje maken van dit soort bestandje. Dan gaan we dit samen namaken dan maar. Toch even kort door de bocht, zo. Okay. Hoe lang mogen we erover doen? Hoe laat moet het naar de drukker? Het is nu. Het moet wel om 2:50 naar de drukker, toch? Ja, bijvoorbeeld. Nou, misschien in 5 minuten zelfs. We gaan even kijken of we in 5 minuten dit foldertje kunnen maken. Voorkantje, achterkantje. Ik heb niet precies die foto's. Ik heb niet precies dat logo. Ik hou het een beetje... Ja, ik vind het leuk om altijd mezelf te verrassen. Dus en dan werk ik me mee in de nesten meestal. Maar dat geeft niet. Dan gaan we dingen doen. Wat gaan we eerst doen? Nou, jullie werken er al mee, hoorde ik een paar. Wat gaan we eerst doen in InDesign? Nou, InDesign even staan. Sorry. Formaat. Dat is het belangrijkste. Net zoals een drukkerij zegt van... Ja, ik ga eens maken. Het eerste wat de drukkerij vraagt... Was het formaat, oplage, want ik moet papier gaan bestellen. Dus dat moeten we dan weten, het formaat. Ik zal even het scherm een beetje wat opruimen hier. De rest mag even weg. Oh, even andere verbergen. Zo. Het formaat. Nou, dan gaan we naar het nieuw commando. Nieuw. Adobe heeft de laatste jaren het nieuw commando... voor de toetsliefhebbers, klavertje N... hebben ze nogal een beetje liggen rommelen. Hè? Ten goede en ten kwade. Routiniers die vinden het vreselijk. Al die dingen erbij die willen helpen. En die tutorials en die voorbeeldbestanden allemaal niet. Dat vinden ze niet zo leuk. Terwijl beginners die zeggen juist van... Ja, fijn. Oh, ik heb even geen inspiratie. Dan ga ik toch leuke voorbeelden in drukwerk zoeken hier. Oh, eens kijken. Wat zal ik eens gaan maken? Die ziet er wel leuk uit. Als je erop drukt, wordt die gedownload, krijg je een soort, ja, gewoon een goede opstart. Dus Adobe heeft de laatste jaren veel meer werken van gemaakt... om mensen die dus, ja, pas in het zadel willen zitten en een beetje geholpen moeten worden... die kunnen met dit soort voorbeelden aan de slag. Zul je denken van, dat zomaar mag. Ja, dat gebeurt. Dat moet ik toch doen? Nou ja, Adobe doet het voor ze. Maar maak het dan mooier, alsjeblieft. Maar je kunt zelf ook zeggen, oh, handig, doe ik die ook. Je kunt ze gewoon downloaden, deze voorbeelden... Je kunt ook zeggen, nee, ik ga het zelf maken. Dan heb je hier nog meer voorbeeldformaten voor bijvoorbeeld drukwerk. Dus dan kun je kiezen voor, doe mij maar een... wat is dit? Wat formaat? Voor we gaan kiezen voor een A5. Jullie kennen de regels van A4 en A5 en zo allemaal wel. Hè? Voor een A4, A5 wordt steeds kleiner. Wordt het... En wat is een A eigenlijk? Wat is een A0? Want ik heb dus A5, dan is dit dus A4, dan wordt dit dus A3, dan wordt dit dus A2. 2, 1, 0. Wat is A0? Dus is eigenlijk dan 16 keer zo groot als dan dit. Snap je? Dat is precies, dat is 1 vierkante meter papier en die weegt 80 grams. Daarom zeg ik altijd, ja, doe maar A4'tje 80 grams. Als je van het A4 dus een vierkante meter A0 zou hebben, dan is die 80 gram. Snap je het idee wat erachter zit? Dus dat gewicht van papier wat we noemen, dat geldt voor het A0 formaat. Als het dus A0, dan hebben we dus dat is dan 80 grams. Dus 1 A4'tje is dan 5 gram. Nou ja, laat maar zitten, rekenwerk. Doen we een andere keer. Dus ik pak hier een A5'tje, dus die weegt niks in aan de dingen, A5. Hier staan naast de kant een heleboel instellingen. En daar hoeven we ons nog even niet veel van aan te trekken. Dat is meer voor zo meteen als we de automaten erbij halen. Maar we kunnen nu zien, oh, dat ding is dus nu 148 mm bij 210. En dan, is het een spread? Nee, het is voorkantje, achterkantje of zo. Dus ik hoef ze niet naast elkaar. Dit knopje is wel belangrijk, dat knopje, niet naast elkaar. Het wordt geen boek, het wordt gewoon... Voorkantje, achterkantje. Dus dan krijg ik nu zometeen pagina's ook onder elkaar te zien. Ja? Zou ik het knopje aanzetten, dan worden ze straks ook 1, 2, 3, 4, 5 naast elkaar getoond. Klein verschil. Mensen denken dan, hoe kom ik daarvan af? Je kan het knopje later ook weer uitzetten als je eenmaal erin zit.
hoef niet helemaal opnieuw te beginnen, wees gerust. Dus ik ga een boekje maken, niet naast elkaar, maar gewoon twee pagina's. Ik mag het nu al aantikken, twee pagina's onder elkaar, alstublieft, A5's. Ik kan meer van die maten gaan doen, dat komt zo meteen wel. Dan ga ik hem maken, nou, dan krijg ik dus nu mijn voorbeeld te zien. Trouwens, je had al op een soort voorbeeldknopje kunnen drukken, had je kunnen zien wat het ging worden voordat ik oké klikte. Dus ik heb het met A5 voor mijn neus liggen, toch? Zo werkt dat. Ik kan in en uit zoomen. En wat is nou handig om erbij te pakken? Beste mensen die al meer ervan weten. Oh, wat moeten we er dan nog bij gaan pakken? Ik wil dus een beetje overzicht krijgen van waar ik mee bezig ben. Paginapaletje? Ken je dat? Paginapaneeltje? Dan kun je zien in het klein wat je in het groot voor je hebt staan. Dus ga het paginapaneel erbij pakken, pagina's. Dan zie ik dus nu dat er hier dus twee pagina's zijn. Ze liggen keurig onder elkaar. Hier is pagina 1, klik, klik. En hier is pagina 2, klik, klik. Twee keer klikken, anders gaat hij niet heen. Je kunt wel hierop klikken, dan gebeurt er niks. Nee, klik, klik. Ja, zie je nog niks verschillen, want er zit nog niks in. Maar twee keer klikken, dan ga je er pas echt heen. Okay? Ik heb dus twee pagina's en dan ga ik dingen op neerzetten. Wat hebben we hier nodig? Ja, in ieder geval een plaatje van een ballon. Een plaatje van een olifantse slurf, maar dan iets anders. En dan een stukje tekst en een logotje en een dingetje. Dus ik ga dingen neerzetten. Oh, en op de achtergrond één groot vlak. Eén groot vlak om een beetje achtergrondje te geven. Gereedschappen dus nodig. Hier aan de zijkant van het programma zie je de gereedschappen uiteraard. Al jarenlang staan ze daar in alle Adobe software. Daar zit een beetje groepje in. En dat groepje zie je beter als ik hem even losmaak en even zo wat breder maak. Dat kan even breder. Ja, zo. Dan zie je als het goed is, daarom zet ik hem even in wit in plaats van zwart. Zie je een heel klein dun lijntje. Zie je dat dunne lijntje daar staan? Dat gekke lijntje daar? Hier is nog zo'n lijntje. Dat deelt een beetje de soorten tools in. Want we hebben selecterende tools en creërende tools, om maar eventjes zo te zeggen. Dus dit zijn de selecterende tools, die bovenste zes. En hier beginnen een beetje de creërende tools. Die creëren dingen op de pagina. Nou, ik heb nog niks hier op de pagina staan. Ik zie alleen maar een beetje raar lijntje. Straks meer over die lijnen. Dus ik wil dingen gaan maken. Bijvoorbeeld een tekstkader hier. Dus ik ga een tekstgereedschap pakken. Tekstgereedschap pakken en neerzetten. Okay? Dus ik zet een tekstkader hier neer. Dan staat het gelijk klaar. De cursor gaat knipperen van kom erop met je tekst. Moet het letterlijk gaan tikken dit? Ik doe even wat dummy tekst. Waar is dat dummy tekst ook alweer? Wie weet dat? Onder tekst. Dan bijna onderaan zie je daar flauwekul tekst. Ja, natuurlijk moet je de echte tekst gaan krijgen, een keer. Maar als ik even voor jullie wil laten zien hoe het werkt. Nou, we vullen met plaatsenduidingstekst. Even opfrissen, dat zit dus makkelijk in. Hè. Dan kun je gewoon even een dummy tekstje erin zetten. Ik wil de tekst wat groter maken. Kan ik uiteraard gaan doen met typografie. Het mooie van deze balk hierboven is dat hij steeds wisselt naar vanaf wat je selecteert. Dus als ik een kader te pakken heb, vertelt hij iets over het kader. Als ik twee keer tik hier in het kadertje hier, tik, tik. Dan gaat hij naar een soort textuele stand. Vertelt hij meer over de tekst. Zie je daarboven nu al meer tekstdingen staan? En er zijn zelfs twee panelen voor. De typografie van de letters en de typografie van de alinea's. Ligt eraan hoe ver jouw scherm doorschiet naar die kant. Of je dus meer of minder van die hokjes krijgt. Op een gegeven moment dubleren ze elkaar een beetje. Maar je kunt ze grof indelen in typografie van de lettervormen en de typografie van de alinea-vormen. Dus links, midden en rechtslijnend. Of wat van lettertype is het. Nu eventjes een belangrijke waarschuwing. Een belangrijke opfrisnotitie nu voor jezelf. Dat paneel hebben ze afgeschaft bij Adobe. Dat paneel daarboven, hebben we in heel veel programma's, in InDesign heet die geloof ik beheer of zoiets. In drie programma's heet die verschillend. Ook het regelpaneel heet die hier. In Illustrator heet die dan weer beheer of opties. Maar die balk daarbovenaan, die gaat langzaamaan weg de laatste jaren. Dus ik waarschuw je er alles voor. Die balk die verdwijnt dan, want die slaan weg. En dan vindt Adobe dat je eigenlijk een ander paneel moet gaan gebruiken. En dat is iets waarvoor ik je even moet waarschuwen. Als je een tijdje niet ermee gewerkt hebt, dan denk je van, waar is die balk heen? Kijk maar als ik dat ook zeg. Venster, werkruimte, essentiële elementen. Zo. En dan zeg ik ook even opruimen, want zo begint hij normaal gesproken. Zo. Dan is die balk weg. Dan denk je, krijg nou wat? Waar is die balk heen? Omdat Adobe vindt dit paneel belangrijker worden. Het eigenschappenpaneel. Daar zijn ze de laatste jaren mee leuren dat alle programma's dit gaan doen. Dat ze niet meer een balk hebben met heel veel dingen bovenin de balk hier. Maar dat dus een paneeltje speciaal komt voor allerlei dingen. En niet alleen eigenschappen van kleur en lettertype, maar ook van dingen om te doen. Zoals een randje aangeven, plaatsaanduidingstekst, daar zit hij daar. Die kan ook hier. Dus een heleboel dingen die gaan verschuiven van hier boven de balk daar. Het tekstcommando daar, plaatsaanduidingstekst. Of die balk hierboven, die gaat allemaal hier plaatsvinden. Dat is, ja, sommige mensen vinden het irritant. Ik ook. Maar het is nou helemaal zo. Ze gaan schuiven ermee. Ze willen dat programma's een andere sfeer, een andere interface gaan krijgen. Waardoor ze dus ja, wat beter bruikbaar zijn. Vroeger, zei de oude rek, waren namelijk bang van panelen die wisselden. Dat vonden we eng. Dus had iedere functie zijn eigen paneeltje op het scherm.
had je wel nu straks dus nog steeds 41 paneeltjes op je scherm als je niet uitkijkt. Er zijn heel veel van die paneeltjes. Windows. Allemaal van die venstertjes. Adobe vindt dat het moet samengebracht worden tot een paar vensters. En dat is dan eentje daarvan. Het eigenschappenpaneel. Hou hem in de gaten, hè? Eigenschappen. Dus als ik nu die erbij zet, volwaardig, zo dat die mooie pontificaal erbij mag staan, dan ga ik het daarmee doen vandaag. Dan ben je er ook alvast een beetje aan. Oké? Okay? Dus ik ga je zeggen, al deze tekst moet een lettertype, ja, Arial, grote, kleine, afwijder. Dat zijn dingen die zullen wel duidelijk zijn. Hoe je zo de tekst een beetje kan aanpassen. Dus ik heb nu een lekkere tekst zo erin hebben staan. Lettertype kan je ook kiezen. Lettertype, ook even opfrissen. Ook daar is iets nieuws gekomen. Dat het makkelijker, beter of anders maakt. Ja, ik weet niet, ligt dan op waar je vandaan komt. Als je het voor het eerst weer ziet, dan denk je van, nou, volgens mij ga ik dat wel snappen. Mensen die routinier zijn, vinden dat irritant hoeveel eraan veranderd is. Want je moet dus nu hier kiezen tussen lettertypen in de lijst hier. Kun je dus kiezen. En dan laat je ook mooi zien wat het wordt. Dat is op zich wel aardig. Maar Adobe heeft dus een heleboel extra lettertypes voor je klaarstaan. Wie gebruikt al Adobe Typekit, zoals het heet, al een paar jaren? Ja, ziet toch een paar mensen. Dat heet sinds kort nu gewoon Adobe Fonts. Dat heet niet meer Typekit. Typekit knopje is ook weg. Dat zien we niet meer, dat groene dingetje. Het heet nu gewoon meer zoeken. Nou, moet je ook maar weten. Want ja, we hebben nog veel meer. Nog 12.000 andere lettertypes voor je. Verdeeld over 1.000 families. Dus meer zoeken. Dan ga je naar de cloudfonds. Die komen ook uit de cloud. Zoals je ziet, er staat een wolkje achter. Dus dat moet wel een cloud zijn. Oké? Okay? Dus die komen uit de cloud. Die mag je gewoon gebruiken. Vraag je? Dan klopt er iets, misschien iets met de verbinding of met je abonnement. Maar iedereen mag ze gebruiken. Ze werken op zich. Technisch zijn ze in orde en doen ze het goed. Dus dan zou ik op jouw machine moeten kijken. Of moet je naar je abonnement een keer gaan kijken. Maar als jij deze versie hebt, CC 2019, dan heet het dus sinds kort dus meer zoeken. En dan moeten ze daar gaan verschijnen. Maar misschien heb je wat filters aanstaan per ongeluk. Oeh, zou dat kunnen zijn? Hier staan nog wat filters. Misschien heb je een keertje zitten klikken op wat dingen. Wat zou dat zijn? Wat zou dat zijn? Dan denk je, ja, doe het allemaal niet. Zet die filters weer even uit. Dus niet zoeken op stijlen, want je kan heel makkelijk zoeken op, toon mij alle gotische letters die erin zitten. Nou, dan laat je het zien. Dus misschien staan er wat filters aan, zou dat kunnen? Ja, dat is een eerste gok die ik zou doen, oké? Okay? Dus dan zie je dus heel veel meer lettertypes op die manier. Toch een vraagje daar? Ja. Zodra je hier typt, als ik dus typ, doe mij maar een lobster bijvoorbeeld. Dan vind je hem dus nu en dan kan ik hem... Oh, ik heb een open top type font lobster, dus dan vind je hem heus wel. Gewoon niet blijven tikken, oké? Okay? Komt wel goed. En dan zeg je ja, ik wil die hebben. En als er een wolkje achter staat, dan activeert je hem. En dan kan het 3-4 tellen duren dat hij ook daadwerkelijk komt. En dan mag je hem gaan gebruiken. Want het moet dan in de cloud geactiveerd worden voor je eenmalig en dan heb je hem. Dus dat is dan de nieuwe manier van lettertypes kiezen. Dus lettertype wat ik zelf heb op deze machine. En meer zoeken in de cloud van Adobe. En dat zijn er echt heel veel, hoor. Echt je zult denken van, ja, leuk dat ze dat aanzetten. Is dat dan zo belangrijk? 12.000 lettertypes in 1.000 families. Meer dan 1.000 families. Krijg je zomaar cadeau. Ja? Met echt een goede fonds. Best wel goed spul. Dus zo kan je tekstkaders neerzetten. Ik moet nog andere dingen neerzetten. Plaatjeskaders uiteraard. Ik ga een leuke olifant zoeken. Ik ga even online kijken of een olifant met een slurf kunnen vinden. Olifant. Slurf. Nou, lijkt me wel een goeie, hè? Ik ben benieuwd wat eruit komt met Google. Nou, hier een leuke slurf. Ergens een fotootje van een losse slurf. Ja, ik pak dat ding, dus ik moet nou ook een slurf gaan zoeken. Hè? Nou, welke zullen we nemen? Iets met een beetje witte achtergrond. Is niks wit. Oh, die is wel te doen. Hè? Zal ik die doen? Ik moet maar even iets hebben. Is die goed om te gebruiken? Denk je? Ah, er zijn een paar mensen kritisch. Ze hebben natuurlijk wel heel weinig pixels, hè? Maar 400 pixels. Ja, als ik ga kijken naar hoe groot is die slurf? Hoeveel centimeter is dit? 10. Dit vinden we 10. Hoeveel inch is dat dan? Oh, moet je delen door 4. Door 2,5. En dan heb je 4. En want 1 inch is 2,5 centimeter. Ja, sorry, moet je in inches gaan tellen. Dus dat is 4 inches. En als we dan gaan drukken op 300 dots per inch. Want het is drukwerk, hè, die vereist 300 dots per inch. Moet dus 4 keer 300. En dan is dit lang niet genoeg. Dit zijn er maar in de hoogte 250. Nou, daar kan ik 1 inch mee doen. Nou, postzegelformaat dan maar. Dus let op het aantal pixels wat je binnenhaalt van je bestanden. Niet kijken naar de DPI-instellingen in Photoshop. Puur kijken naar zoveel pixels bij zoveel pixels. Dat is wat je binnenhaalt. Oké? Okay? Dat moet kloppen met je 300 DPI voor drukwerk. En als het te weinig is, sorry, dan wordt het er niet beter op. Dus ja, maar staat een 300 DPI-instelling bij het bestand? Ja, maar heeft maar 300 pixels. Dus dat wordt maar 1 inch. Ja?
Dus puur het aantal inches is belangrijk. Ik ga deze toch doen. Dan kunnen we lekker zien hoe moeilijk het is. Dus ik ga deze toch even ophalen, deze leuke slurf. Ik ga deze toch even erbij pakken. Deze olifant even neerzetten. Daar is die. Dus als ik deze ga neerzetten nu en Photoshop zou openen, dan kan ik zien hoeveel pixels hij heeft. Let daar dus alsjeblieft op, hè, als je dus dingen maakt voor jezelf of andere mensen. Let even op dat de plaatjes die je binnenkrijgt, die je van anderen krijgt, die je wil gaan gebruiken, dat er in godsnaam, zeker als het foto's zijn, genoeg pixels in zitten. Dus als ik dit bestand ga bekijken in Photoshop en ga vragen hoeveel pixels zitten erin. Pixels. Ja, het zijn er maar 400 bij 250. Dus als ik dat ga drukken op 300 dpi, ja, dan wordt het dus 3 bij 2 centimeter ongeveer, zo'n dingetje. Geen 10. Ja? Toch kan ik kan het wel instellen, maar daardoor wordt het niet groter. Ik kan wel zeggen, ik heb een voorkeur voor 300 dpi, maar het wordt daardoor niet 300 dpi voor 10 centimeter. Nee, het zakt in elkaar als een klein postzegeltje nu. Ja, sorry daarvoor. Dus hou er even rekening mee. Het is altijd het mysterie van de dag, dat soort dpi's en zo allemaal. Het maakt niet uit wat je dus aan dpi-resolutie daar hebt staan. Maar op 300 dpi zie ik dus nu wel dat er maar 3 bij 2 centimeter is. Oké? Op een bureaublad even bewaren. Bewaar als. Bureaublad, olifant. Slurf. Zo, even een tweede versie van maken. Ja, JPEG, fijn. Dus ik ga hem binnenhalen, deze foto. Dus beelden binnenhalen. Hoe gaat het met beelden binnenhalen? Hoe werkt dat? Plaats hoor ik al hier en daar links en rechts. Plaatsen. Ze gaan beelden plaatsen. Dus je gaat het beeld ophalen en hier neerzetten. Plaatsen. Op het bureaublad staat een slurf als het goed is. Open hem maar. Dan krijg ik die geladen cursor en dan mag ik die neerzetten waar ik wil. Als ik al een kader had, dus als ik hem nog niet had geselecteerd, ik stop eventjes. Als ik hier een kader al had klaargezet, dat zijn die creërende tools. Als ik dus al een, ik heb al een tekstkader gemaakt. Als ik dus ook een beeldkader zou maken hier en ik zou dat geselecteerd laten staan, zo. Nou, een beetje een ander plekje daar, hè? Die moet een beetje hier beneden hangen, zo. Daar gezellig. Oké. Als ik hem hier neerzet en ik ga hier die foto erin halen. Als ik het kadertje al geselecteerd heb, ja, dan denkt hij van, dan zal ik wel daarin moeten, hè? Dus als ik hier zeg plaats, klavertje D met een toets, pak de slurf erbij. Dan denk je van, nou, dan zal ik wel erin moeten, hè? Ja, dan moet je inderdaad daarin. En dan zie je hoe klein hij maar is. Hè? Dat kun je ook heel goed zien. Een goede tip voor mensen die vaak wilden krijgen, die dat willen weten van, ja, maar hoeveel is het nou? Ga kijken in het venstertje bij info. Venstertje info, daar kun je zien wat de kat naar binnen sleept. Want dit plaatje begint met 300 dpi. Dus nu, zoals ik hem nu gebruik, op dit formaat, is die 300 dpi, kan die mooi gedrukt worden. Maar ja, ik kan natuurlijk hem groter gaan maken. Ik kan hem veel groter gaan maken. Kijk maar, ik kan twee keer klikken, kan het beeld groter gaan maken. Maar let op het getalletje wat hier gaat verschuiven. Als ik hier aan trek, ja, dan wordt het wel minder dpi op een gegeven moment. Zie je dat daar verschuiven nu? Dit wordt ook een hele rare olifant nu. Een beetje de shift-toets erbij drukken. Nou, het is al gebeurd helaas. Dus ik kan hem wel groter rekken. Ja, en hier komt er een vertaalfoutje van de mensen van Adobe. Dan staat hier werkelijk. In het Engels staat er actual. En actual is niet werkelijk, hè. Dat is eigenlijk, zou die 300 dpi willen zijn. Hij kwam binnen met 300 dpi. Op 2 bij 3 centimeter. Eigenlijk wil hij liefst 2 bij 3 centimeter zijn. Als hij zegt 300 dpi. Maar effectief nu is het gezakt naar 146 dpi. Dus het plaatje is niet zo mooi om te gaan drukken. Is echt te weinig daarvoor. Kan een beetje grover uit gaan zien. Ja, jouw oordeel. Als je denkt van ja, ik heb niks anders. Het moet gewoon. Ja, pech. Maar beter dus als er meer pixels in zou zitten. Dus let even op die getallen, paneeltje info. Als je materialen gaat maken. Let even, hou in de gaten dat dat dus voldoende pixels zijn bij dit soort fotografische beelden. Bij logo's en dat soort dingen niet, hè. Dingen uit Illustrator zijn schaalbaar tot je ons weegt. Maar foto's met pixels, uit Photoshop en zo, die moeten toch echt wel voldoende dpi'tjes overhouden of pixels overhouden per inch om het dus goed te kunnen drukken, om scherpe beelden te kunnen krijgen. Eén van de zoveel wensers. Oh, staat hij hier trouwens ook? Nee, zie je, zit hij lekker niet. Zal wel mooi zijn. Wensterinfo. Ja, dat propertypaneel, dat eigenschappenpaneel hier, dat vertelt nog lang niet alles. Hij is eigenlijk een beetje half af, half bakken. Maar dat komt misschien nog wel een keer. Maar ik kan dus zien dat hij nu niet genoeg heeft. Let niet op het werkelijk, hè, dat is fout. Het moet eigenlijk zijn eigenlijk PPI en effectief nu 146. Je zag me al gebruik maken van een dingetje. Dat ik dus zeg van ik heb het kader hier met het beeld erin zitten. Dan als ik twee keer klik, zie ik dus de inhoud erin zitten. Dus kader en klik, inhoud. Dit is het kader, klik, dit is de inhoud daarin. En die inhoud is dus eigenlijk apart benaderbaar. Die kan ik apart groter en kleiner maken. En ook apart met dat ringetje schuiven binnen zijn kader. Dus het beeld zit in dat kader. Ja, als je het beweegt ziet het er heel grof uit. Maar als ik loslaat is hij wel weer goed. Dus dat is het fenomeen van dat er dus een kader is met daarin het beeld. Een beeld kan niet in zijn blootje gewoon los erin staan. Dat kan niet. Er zit altijd een kader omheen om het uit te snijden. Als je gewoon zou beginnen. Plaats. Slurf. Ik haal de slurf binnen en ik zet hem hier neer. Plop, dan is kader en inhoud natuurlijk even groot aan elkaar.
klik, klik, zie je ook het oranje lijntje verschijnen. Die dus zegt van ja, dat is de inhoud, dat is het kader en dit is de inhoud. Kader. Is het te zien dat oranje? Dan zie je duidelijk dat er verschil is erin. Hè? Dus dat is de inhoud, dat is het kader. Dat past niet precies in elkaar. Maar als ik het kader dus groter of kleiner ga maken, ja, dan krijg ik een andere uitsnede. Daarvoor zijn ook heel goede knopjes te gebruiken. Deze 5 knopjes. Ze zaten vroeger ook in die balk die nu weg is. Maar die 5 knopjes kun je ook helpen. Dan kun je tegen zeggen, nee, help mij nou. Ik wil dus een kleiner kader. Dus ik wil alleen maar zo'n smal, langwerpig kader zo. Beetje zo, in de lengte zo. Die moet hier ongeveer komen te staan, aan de zijkant, zo gezellig. En dan moet hij dus daar mooi in passen. Met deze knopjes kun je zeggen, pas hem precies in het kader, zo. Of moet de hele olifant erin? Nou, dan moet het zo. Dus of mag er een stukje kader overblijven, of leeg blijven eigenlijk. Dus die is dus de foto niet helemaal te zien. Of is het belangrijk dat de foto er helemaal in past, maar dan blijft er een stukje kader over. Zie je ook aan die iconen, hè? Je ziet er hier een stuk beeld ergens buiten boord valt. Of het nou onder, links of rechts, het maakt niet uit. Hier zie je dat er een stukje kader leeg blijft. Maar dan zit de foto er wel helemaal in. Dus voor een logo is dit heel belangrijk. Voor een foto zou je wel eens een keer een uitsnede kunnen maken. Niet bij een logo. Even niet een logo half afsnijden. Dat is een beetje raar. Ja. Dus dat is die 2 knopjes kunnen goed helpen. Okay. Dus ik wil hem eigenlijk dus wel zo hebben. Maar dan wil ik wel een andere kant ervan hebben. Een beetje zo. Dat je een beetje om het hoekje kijkt. Oké? Okay? Dus zo kun je beelden en kaders neerzetten. Of kaders met daarin een beeld. Dan heb je nog een achtergrondje nodig. Een of andere leuke blauwe achtergrond. Verlooptintje. Dus we gaan een verlooptintje neerzetten. Een leeg kader gebruik ik daarvoor. Dus we hebben hier een paar gereedschappen. Tekst zag je net al. Even daarboven. Dus de tekst. Tik, 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 tik. Daar zit tekst. Tekst. Beeldkaders en lege kaders. Ik ben er op zich een beetje streng in, hoeft niet, dat je ook echt voor een leeg kader met alleen maar een blauwe kleur ook echt een leeg kader kiest. Veel mensen pakken dan deze en zetten er geen beeld in. Maar dat irriteert me altijd mateloos. Als ik een bestand zie met een beeld met een kruis erin, met zo'n paar met zo'n kruis erin, zo. Hè, ik zal het even doen, zo. Zo'n kruisding erin, zo. Zo'n heel groot kruis. Zo. En dan denk ik van, zijn we een beeld aan het vergeten of zo? Dus voor mij is dat een signaal van, denk eraan, er is nog geen beeld in dit kader. Je kunt hem al een kleur geven, hoor. Prima, kleurtje geven. Kleur, vulling, doe maar iets bleuigs erin of zo. Bleuigs, maar tintje bleu. Tintje bleu. Oké, tintje bleu. Maar ik vind het altijd irritant dat daar zo'n kruis erin staat. Want ik krijg dan zo'n neurotische reactie. Dat ik denk van, moet er nog een beeld in? Nee, dus liever even zeggen tegen zo'n kader, ik pak liever deze om daarmee te maken. Heb je toch al gedaan? Denk je aan mij? Dan zou je kunnen zeggen, sorry, object, deze inhoud toch liever gewoon niet toegewezen. Oftewel, een leeg kader. Ja? Dat is nu het kruis. En gelukkig, dan ben ik tenminste weer blij. Dus dat is dus het beeld wat nu leeg mag blijven. Het is gewoon een leeg kader, dat alleen maar een kleurtje hoeft te zijn. Ja, het blauwe kader staat er helemaal overheen. Hè? Dus ik moet een beetje gaan, wat moet ik nou doen? Want hij ligt als een soort, sorry? Pardon? Naar achtergrond, ja, naar achtergrond sturen. Object, schikken, naar achtergrond. Veel mensen gaan dan meteen naar de lagen grijpen. Dat kan ook. Er zit een lagenpaneel in InDesign. Maar wees gerust als je er niet veel mee doet. Lagen zijn helemaal niet zoveel nodig in InDesign. Ja, Photoshop, daar moet je wel met lagen gaan werken. Maar dat hoef je niet overal te gaan doen. Ja, sommige mensen maken er gewoonte van om alle teksten in een aparte laag te zetten. Of alle beelden in een aparte laag. Maar dat hoeft niet, niet wat mij betreft. Dingen zijn al gelaagd in één laag. Dit is één laag nu. Kijk maar, dit is één laag. En daar zit al gelaagdheid in. Daar zitten al 1, 2, 3 dingen op elkaar, zie je? Dus als ik dus de ene naar voren en achter wil schuiven, kan ik hier schuiven, kan ook. Kan ook zeggen, stuur naar voren, stuur naar achteren, doe maar. Maar je hoeft niet extra lagen te gaan maken, niet echt hoor. Heel, ja, wie maakt wel eens lagen in InDesign? Dat toch al, wanneer? Sorry? Als je een Franse, Duitse en Engelse op elkaar wil leggen, dan heb ik dus een Franse lager en een Duitse lager en een Engelse lager. Dat is een goede reden. Inderdaad, nog eentje. Visitekaartjes voor lagen? Wat stop je in een aparte laag? Oh zo, dan zet je dus 1 laag op slot, dat er niks aan kan gebeuren. En dan ga je de functie en de naam steeds veranderen, de andere laag. Maar dan zet je die onderste laag op slot, alleen maar omdat je dan niks per ongeluk kapot maakt, bijvoorbeeld. Ja, dat zou een handigheidje kunnen zijn. Maar het is niet nodig voor het beeld. Ja, ligt dan hoe die meneer verder werkt, maar dat zou kunnen. Ja. Ik zou ook een nieuw paginaatje maken, of zelfs gegevenssamenvoeging. Oh, dat is een leuke. Maar dat doen we een andere keer. Zou kunnen, maar je hoeft niet zo heel dwangmatig een laag te maken steeds. Doe dat pas als je denkt van, ja, ik maak een tekstwissel, of ik wil iets vastzetten, eventueel op een laag en op laag op slot zetten. Dus stel ik mag dat blauwe ding nooit meer aanraken. Dan zou ik kunnen zeggen, nou, dan maak daar een laag voor. Dan zet ik die onderop. En dan sleep ik dus nu, kom eens op, en dan sleep ik dat blauwe dingetje naar die laag. Hoppakee,
Klik, sleep hem erin. Zo, en dan hangt hij nu daar. Zet die hele laag onderop nu. Klap hem dicht. Zet hem braaf onderaan alles. Hij wil niet naar beneden. Ja, nu wel. En dan zet ik hem lekker op slot. Zo, dan kan ik niet meer aankomen. Ja? Kan een reden zijn. Je kan ook zeggen tegen jezelf, blijf met je tengels eraf. Oké? Kan ook. Dus het is een beetje een aanpak die persoonlijk kan zijn, maar het is geen technische of visuele must om met lagen te werken in InDesign. Niet snel in elk geval. Oké? Dus voor iemand die er een beetje mee bezig is af en toe en je hoort heel veel, je moet lagen maken, laat je niet te gek maken daardoor. Goed. Dus ik heb nu mijn pagina met een prachtig slurfje en een tekstje hier. En er moet nog een logotje daar. Nou, nog een plaatje. Ik let even op de tijd, we moeten zo meteen gaan pauzeren. Zou dus zo langzaamaan gestalte kunnen krijgen. Ik hoop toch dat je zo met deze eenvoudige, simpele pagina... Oh, er moet nog een verlooptint, hè? Verlooptint. Venster. Verlopen. Dat zit onder het paneeltje kleur. Verlopen. Ja, moet je even zoeken, hè? Daar komen de verlopen. Dus ik wil graag een verloop gaan hebben... En dat moet dus nu gaan. Ja, ik wil verloop. Hij is nu egaal, blauw. Zeg ik, nee, klik, doe maar verloop. En dan mag je die twee kleuren instellen hoe je ze wil hebben. Dus deze moet dan misschien een bepaalde kleur gaan krijgen. Even de stalen paneel erbij, stalen. Veel mensen vinden die verlopen instellen lastig. Omdat als je klikt, gaat het iedere keer weer niet goed. Dat is vervelend, zeggen ze dan. Dat klopt. Je moet de staalkaart erbij pakken. En die stalen moet je begrijpen dat dat dus geen kleuren zijn. Het is meer dan kleuren. Ja, misschien kleuren. Ja, maar het is meer dan een kleur. Het zijn eigenlijk die stalen, dat zijn niet alleen maar kleuren, dat zijn ook type vullingen. Egaal in dit geval. Dus als jij zegt van ja, ik wil dus graag dat verloopje hier, dat kleine wiebeltje daar moet dus van... Het moet ook een beetje in een hoek gaan staan, een hoek van 90 graden geloof ik. Oh, zou het nou zo of zo? Ik weet nooit, ik heb altijd pech in die dingen. Jullie ook? Oh, net weer andersom, hè? Het een beetje, heeft met je karma te maken in je leven, hè? Of je altijd pech hebt. En moet dus 90 graden... is goed, hè? Dus dan moet deze blauw worden en die blijft dan lekker wit. Hè? Dan kan je niet twee problemen opvragen. Dus die zie je, wordt een beetje zwarter, dat wiebeltje daar. Zo is die los. Oh, daar heb ik er één bij. Oep, weg ermee. Draf. Dus die wordt nu zwart. Gewoon eraf trekken en loslaten. Je krijgt er geen statiegeld voor, je hoeft nergens heen te brengen. Dus gewoon loslaten. Dus die wordt dus nu... Maar als je nou zegt, ik wil die dus blauw maken... en je klikt erop, dus ik heb hem aangeklikt. Ik ga nu de kleur aanklikken. Als je nu de kleur aanklikt, dan zeg je eigenlijk... doe maar weer egaal blauw. Nou, dan wordt hij weer blauw. Ken je dat? Ja? Dat is wel vervelend, hè? Dus moet je zeggen, nee, ik wil alleen de kleur, maar niet het type vulling blauw. Dus je moet dan even met de alt-toets ingedrukt. Ja, de alt-toets is zo handig voor dingen. Dan zeg je, nee, alt-toets klikt. Dan denk je, oh, alleen de kleur, niet het type vulling. Oké, ja, je blauw. Oké, goed. Handigheidje. Want dat zijn dus egale vullingen, hè? Die staalkaart die je ziet. Wat je ook kan doen, dat is wat bewerkelijker, is dat je dus dat dingetje erheen sleept. Zo, pak je hem op. Dan sleep je hem hierheen en dan laat je hem daar los en dan gooi je de andere weer weg. Kan ook. En die dan statiegeld, nee, gewoon neerzetten. Kan ook. Altoets mag ook. Maar dat is dus een grote misverstand vaak wat daar ontstaat. Waar ik graag, als je er even mee bezig bent, denk van, oh, ging dat nou wat ik een verloop moet doen? Even oppassen, je bent dus bezig met egale kleurvullingen. Dus je hebt alleen de kleur nodig, maar niet het type vulling van die staal. Dat is eventjes oppassen. Oké? En als je hem vaker nodig hebt, zet hem er dan bij. Hier, dan kun je hem vaker gebruiken. Zie je dat het dus duidelijk een soort vulling is, niet alleen maar een kleur. Want ik kan ook verloopvullingen onthouden voor je. Ja, voor vaker. Maar als ik hem verander, dan veranderen al die dingen vrolijk mee. Dus ik heb zo'n prachtig ontwerpje gemaakt, vind je ook niet? Met een, ja, mijn eigen inbreng roze vind ik wel leuk. Ja, een beetje roze. En met een prachtige tekst erin. Ja, mijn ontwerpen zijn nooit mooi, dat weet ik. In de tutorials online laten altijd heel veel mooie dingen zien groeien. Die kan ik dan gewoon doen. Maar ja, die kun je ook online kijken. Ik vertel liever allerlei andere moeilijkheden erbij. Ik leg dingen liever uit die zo'n videootje niet uitlegt. Dus ik doe altijd heel lelijke voorbeelden. Maar dan snap je tenminste wel wat de moeilijkheden kunnen zijn waar jij ook tegenaan stuit. En dat vertellen ze niet in de video's natuurlijk. Dus zo'n achterkantje vullen ze gewoon veel van hetzelfde. Met wat meer werk, met wat meer kadertjes, meer dingetjes en wat hulplijnen. Maar dan komen we zo meteen naar de pauze op terug. Oké? Want we gaan wat automaten erbij halen. Dus ik heb een prachtig ontwerp gemaakt. Vind je ook niet? Maar ik zie nog allemaal van die lijnen. Hoe kan ik dat snel bekijken zoals het geprint zou gaan worden? Handigheidje. Links onderin, hè? Daar, dat gekke dingetje daar. Die. En als je ook leest, dan staat er normaal met de W-toets. Dat is de normale weergave. Je kunt de weergave anders inschakelen. Met alleen de W, hè? Niet klavertje W. Gewoon de W-toets. Dan laat je het zien zonder al die gekke dingen. Een soort preview krijg je dan. Een voorvertoning. Dus zo wordt het straks geprint. Dan zie je al die lijnen niet meer. Ja, kan blijven werken hoor. Dan zie je de lijnen weer terugkomen. Maar als je niks selecteert, zie je hem dus helemaal zonder lijntjes. Dus zo gaat hij er straks uitkomen als hij goed en wel gedrukt bij je pakketje bezorgd wordt. Oké? Dus ja, het is een oefening van niks.
één tekstkader, één plaatjeskader en één verloopje op de achtergrond. Maar ik hoop dat je toch al wat dingen weer hebt van, oh ja, even oppassen, even in de gaten houden. Oh ja, zo werkte dat. Zometeen na de pauze gaan we kijken hoe we de automaten erbij gaan halen. Want ja, als ik dus heel veel van die foldertjes moet maken met heel veel pagina's, moet ik al die dingen opnieuw gaan doen iedere keer. En weer plakken, en weer kopiëren, en weer plakken. Dat gaan we automaten erbij halen om wat meer productiewerk te gaan doen. Maar de kop is eraf. Oké? We zijn klaar. We gaan even een korte pauze houden. En oh, leuk voor tijdens de pauze. Als je vragen hebt, ik heb hier wat notitieblokjes en wat stiften. Die leg ik even hier neer. Of op de stoelen. Schrijf je vraag op. Als je in de pauze erover nadenkt. Van, oh, even opschrijven. Ik heb de laatste 20 minuten van de sessie. Ga ik misschien wat vragen even eruit plukken. Of ja, ik probeer ze allemaal natuurlijk. Maar als het er heel veel zijn, dan moet ik kiezen maken. Maar dan heb ik er ook nog wat tijd voor ingeruimd dat we wat vragen gaan beantwoorden. Oké? Dan lees het dan graag even van een briefje. Dan kunnen we allemaal even meekijken. Oké? Geen acute vragen tot nu? Nee? Goed, dus gaan we even pauze houden. Oké, voor de pauze hebben we even gekeken naar heel basale zaken. De kernelementen, zoals het onze annonce heet, van de zaak van InDesign. Dingen neerzetten op een plek. Beelden, teksten, lijntjes, kadertjes. Daarmee ga je dus pagina's volzetten. En je denkt misschien moet dit dan ook zo. Ja, dat zijn eigenlijk, als we ook gaan kijken hiernaar, zie je dus beelden, kaders, teksten, beelden, elementen, lijntje, vlakje, dingetje. Ga je dit ook gewoon zo één voor één dingen maken. Het is gewoon veel van hetzelfde, maar dan wat mooier neergezet. Er ontstaat hier al een pagina met wat meer indeling. Ik ga even terug naar mijn sheets van zo net, want ik ga even een sheetje verder kijken. Bijvoorbeeld, wat was de inhoud van de pagina? Nou ja, dat hebben we net gehad, hè? Dus teksten en allerlei soorten en maten. Nou ja, eentje hebben we gedaan. Eén beeldkader hebben we gedaan. Dat was een beeldkader, goed en wel. En een ander kernelement was, we hebben een verloopje gedaan. Dankjewel. En een vlakje op de achtergrond, daar was die. Wat grafische elementen. Maar er is nog een categorie elementen waar je goed op moet letten als je dus gaat dingen maken. Waarvan ik ook merk dat mensen denken van, ja, ik moest denk ik wel weer een InDesign. Hoe kan ik dat nou wat mooier gaan neerzetten allemaal? Hoe kan ik er ook weer voor zorgen dat er wat meer kolommen en zo gaan worden? Nou, er zijn een aantal andere zaken die ook mee moeten komen in je ontwerp. Die je ook moet gaan maken. Maar die niet te zien zijn in het drukwerk. Tenminste, ik mag hopen van niet. Dat zijn namelijk hulplijnen. Heel veel soorten hulplijnen hebben we. En die zijn misschien zelfs heel erg belangrijk om mee te beginnen. Dus je moet niet eerst dingen gaan neerzetten, zomaar leuk raak, hebben we hier even gedaan. Maar belangrijker bij dit soort pagina's, als er wat meer orde en netheid moet worden, of als het meer moet gaan herhalen, dan moet ik wat structureler te werk gaan. En dan zijn hulplijnen belangrijk. Hulplijnen moet ik zelfs mee gaan beginnen. Dus die moeten vooraan staan. En dan pas ga ik die hulplijnen ook gebruiken om daar aan allerlei kaders en teksten en dingen aan op te hangen. Want die hulplijnen gaan mij helpen. Ja, er zit voor niets hulplijn. Dus een hulplijn gaat mij helpen. Want ik ga niet zelf puzzelen van waar moet het staan. Die hulplijnen zeggen van kom maar hier, hier is een kolommetje. Dus een heleboel dingen hier op deze pagina, als ik die zou gaan, als ik die zou uittekenen, dan hebben die iets met elkaar te maken, toch? Ik ga een stiftje even pakken. Zo, kijk. Dus alles is hier een beetje aan elkaar gelijnd. Er lopen hier drie kolommen. Hier die lijnen van de kolommen lopen hier. Er loopt hier een onderkantje, een marge waarschijnlijk. Hier is een bovenkantje. Daar zit ook een stramien in. Dat stramien moet ik dus ook maken. Sterker nog, als ik dat begin met maken, dan kan ik dingen veel makkelijker dan ook neerzetten binnen dat stramien, binnen dat grid van die hulplijnen. Of je nou grid of stramien noemt, dat maakt mij niet uit. Maar het zijn allemaal soorten hulplijnen. Die gaan we dus ook even doen. Dus we gaan weer aan de slag, maar dan nu met meer hulplijnen. Dus als ik een bestand bekijk zoals dit, zit daar veel meer in dan gewoon alles zomaar even op een wit vel neerzetten. Dan moeten we wat structureler over gaan nadenken. En dan komen die automaten ook helpen. Dus bij het nieuw commando voor dit soort werk, kijk, als ik nou de W-toets druk, dan zie je allemaal extra lijnen verschijnen. Zie je? En die extra lijntjes, ik weet niet of je dat al vaak al hebt gedaan, die helpen jou dingen sneller neerzetten. En daar is InDesign goed in. Dat is de kracht van dit soort software. De herhaling. Net zoals die monnik die eerst hulplijntjes neerzetten en dan pas de dingen gaat vullen. Die hulplijntjes helpen je een goede balans te vinden hoe dingen moeten gaan staan. Dat ze mooi uitgelijnd staan. En als je dan een keertje iets toch scheef wil zetten, dan mag dat best. Maar dan valt het ook des te meer op. Okay? Dus we gaan hulplijnenstelsels erbij halen. Als ik een nieuw commando geef, dan zie je in het nieuw commando komen al een paar van die voorbodes van die hulplijnen tevoorschijn. Ik zei dat straks, doe mij maar een A5'je. Drukwerkformaten, meerformaten, A5'jes of A4'tje in dit geval. Ik wil nu eens een keer A4'tjes gaan maken. Dat is dat voorbeeld ook een beetje. En dan ga ik hier meer van deze hulplijngetalletjes instellen. Want er staan een heleboel getallen die kunnen hulplijnen al meteen genereren. Dus al bij de eerste klap op de daalder hier krijg ik al gelijk een heleboel hulplijnen cadeau. Dus als ik zeg, doe mij maar pagina's nu ook naast elkaar, omdat het opengevouwen gaat worden. Dus ik wil drie kolommen gaan krijgen. En de tussenruimte tussen die kolommen is belangrijk. Dus de ruimte hier tussen,
Dat is altijd een fantasieloze 5 of 10 millimeter meestal. Zullen we 10 doen? Dan ziet het op het scherm wat grover eruit. Mag ieder getal zijn, maar ik vind altijd weer 10 als ik iets ga nameten. 5 of 10. Meer fantasie hebben we kennelijk niet. Ik weet niet wie het is, maar als het mijn moeder is, ik ben er niet. En als het de politie is, ik was de hele dag hier. Nee, dat is hardnekkig. Hij is nou snel. Ja. Oké. 10 millimeter dus. De marges. Heel veel mensen die zetten de marge precies daar waar de onderkant van dingen staan. Dus je pakken dan dat velletje papier of een blad of een krant. Dan gaan ze zeggen, ja, onderaan staat iets. Dus dan moet die marge dan lopen. Nee, het is de marge in InDesign en andere software is niet zo heel streng als de Z-spiegel van vroeger. Zo van, en daarbuiten kan niks gezet worden. Het is een marge, want er kunnen ook dingen in de marge staan straks. Die margelijnen die ik hier ga aangeven, van wat dus het grote kader rondom gaat worden, wat je bij mijn vorige voorbeeld ook al zag, die lijntjes, die paarsige lijntjes, dat zijn de margelijnen. En die moet je gebruiken voor onder andere de kolommen. De kolommen worden dus ook binnen die marge gezet. Dus die hangen met elkaar samen, die marge en kolommen. Dus die drie kolommen komen binnen de marge terecht. En die marge moet je niet te krap zetten op de onderkant. Je moet die daar zetten waar ook de meeste wisselingen komen. Dus iets wat in de marge staat, daar moet je niet op letten. De marge zou ik hier bijvoorbeeld voor een blad liever wat hoger zetten. Stel dat het heel veel pagina's worden, zoals dit formaat zo. Dan is dit de belangrijkste wisselingen ontstaan hier, niet hier onderaan. Dus je gaat dingen niet te krap als marge neerzetten. Dus ik zou de marge gerust wat optillen. Pagina-cijfers, randjes, dingetjes onderaan in de marge, die moeten daar dus in staan. De marge moet dus hoger op komen te liggen. Dus ik ga een wat ruimere marge pakken. Misschien bovenaan, misschien 20, 30 millimeter. Ik pak even een getalletje om het leukste van te maken. Kettingje uit, anders gaan ze alle drie natuurlijk. Aan de onderkant misschien maar 20 millimeter ruimte vrijhouden voor dingen in de marge. En dan binnen- en buitenkant, omdat het boekje openvouwt, heb ik dus een binnenkant en een buitenkant. En aan de binnenkant is het dan misschien, als het gevouwen wordt, iets meer ruimte nodig. Want als het openvouwt, zie je niet zo goed. En dan als het dus aan de buitenkant, mag het misschien wat minder zijn. Er zijn geen harde wetmatigheden voor die getallen. Een stukje ontwerp is dat ook nog. Maar ik zou dus nu zeggen, doe maar aan de binnenkant misschien 20 mm. En de buitenkant mag dan misschien 15 mm. Dus iets meer aan de binnenkant, als het openvouwt, dan loopt het niet te snel tegen elkaar aan daar in het midden. Oké? Dus dat wordt mijn marge. Als ik ga stiekem spieken, zie ik dus al dit verschijnen. Kijk, daar komt hij dus. Alweer voorvertoning. Ik zie de kolommen komen. Ik zie de marge komen, zie je? Er is nog een speciaal soort hulplijn die ik had nodig heb. Dat is de aflooplijn. Ook die is voor de drukkerij erg belangrijk. Ha, we zitten hier bij drukwerkdeel, dus belangrijk. De aflooprand. Vergeet die ook alsjeblieft niet. Aflooprand is meestal iets van 3 mm. Dat is ook hier bij drukwerkdeal. Dus als we zeggen 3 mm, jullie weten wat het is. Wie weet niet wat het is? Nee? Oké, nou goed, netjes. Nou, 3 mm. Als ze nou bij een andere drukkerij gaan zeggen, ja, het moet 5 mm zijn, dan zou ik daar niet gaan drukken, hoor. Dat zou ik echt niet. Of het is karton of zo, maar dan hebben ze echt een bril nodig die drukt. Nou ja, de snijapparatuur is dan niet zo nauwkeurig. Maar 3 mm moet iedereen toch wel echt kunnen halen, hoor. Sommige drukkerijen zeggen van, ik kan wel preciezer dan 3 mm. Die worden boos als je 3 mm intikt. Maar 3 mm is de standaard ook bij drukwerkdeel. Oké? Dat. Ja. Het schone formaat is straks een A4'tje. Ja. Bij. Dus mijn A4'tje wordt groter. Dat heet ook een A4 extra vaak of een A4R. Mm-hmm. Ja. Het formaat wat je instelt is het schone formaat. Daar gaan we vanuit. En de afloop komt er aan de randen bij. Eigenlijk zou ik willen dat bij InDesign ook een soort afloop aan de binnenkant zou komen. Dat ik ook een aflooprandje kan laten zien, een hulplijntje. Dat laat zien van niet te dicht op de rand. Want als het naar die kant uitschiet, dan is er misschien de afloop aan de buitenkant nodig. Maar als het naar die kant uitschiet, is de afloop aan de binnenkant misschien beter. Dus je moet ook rekening mee houden aan 3 mm aan de binnenkant, voor je eigen goede orde. Dat je geen tekst te krap op een randje gaat zetten, want het kan naar twee kanten uitschieten. Dus die 3 mm aan de buitenkant afloopgebied. Maar ik zou wel een feature in design willen hebben die zegt een aflooprandje aan de binnenkant zou mooi zijn. Vaak gaan mensen dan zelf een hulplijntje erbij zetten. Dat kan ook. Maar hulplijnen zijn een belangrijke zaak binnen InDesign. Want die helpen jou sneller dingen neer te zetten. Dus ze dwingen je tot niks. Ze heten geen dwinglijn, ze heten hulplijn. Ze helpen. Dus als je denkt van nu even niet, dan sla je gewoon over en dan trek je er niks van aan. Maar ze helpen je dingen sneller in verband met elkaar te positioneren. Dus ik kan nu dat bestand gaan maken, denk ik wel. Hè? Ja, de voorvertoning, daar komt het rode randje eromheen. Daar zie je, daar komt hij. Dus je hangt er duidelijk omheen, zoals je ziet. Ja? Dus als de rand waar ik dingen overheen moet trekken, zodat de drukkerij iets meer speelruimte heeft bij het snijden en het vouwen en het rillen, stansen, boren, wat hebben we allemaal. Dus dat is mijn bestandsformaat.
Oh, ik heb nog geen aantal pagina's aangegeven, maar dat komt altijd nog wel. Paginapaneeltje erbij, F12, daar is die, een paginapaneeltje. Dan kan ik zien wat ik voor een pagina's heb. En dan zie ik hier de stramienpagina. Op de stramienpagina, daar kan ik dus ook dingen gaan neerzetten. Ook zo'n kerngedachte die veel mensen niet doorhebben als ze te weinig met InDesign werken. Dan gaan ze braaf iedere pagina maken en kopietjes van dingen maken. Dat hoeft natuurlijk niet. Ja, als je het doet, ik neem het je niet kwalijk, want daarom ben ik blij dat je hier zit tenminste. Want dat doen dus veel mensen. Dan gaan ze dus dingen neerzetten op pagina 1. En dan zeggen ze, ja, wat moet ik hebben? Ik moet overal een lijntje onderaan hebben, een logootje onderaan. Nou, zetten we onderaan een lijntje en een logootje. Stel, dit wordt mijn prachtige logo. Een heel mooi blokje eventjes. Ja, nogmaals, mijn ontwerpen zijn nooit zo mooi, maar het is even dat we iets kunnen zien. Dadelijk pak ik het andere voorbeeld wel, ziet er mooier uit. Dus ook een mooi blauw blokje hier en een mooi lijntje erbij. Gezellig, een lijntje erbij. Dan mis ik nu ook al een ander soort hulplijn al een beetje. Maar die laat ik daar wel even zien. En dan pak ik een lekkere lijn erbij. Ik mis mijn property paneel, eigenschappen. Daar is hij weer. En daarbovenin had hij ook gekund. Een iets dikker lijntje alstublieft. Van laten we zeggen 4 punten, dan zien we het tenminste. Dus een mooi lijntje onder en bovenkant. Bovenaan ook eentje. Met de Alt-toets kun je heel veel kopiëren in InDesign en andere software. Met de Alt-toets sleep ik een kopietje in plaats van kopiëren en plak. Dus dan staat er een prachtige pagina 1 groeit daar nu. Ja, er moeten nog tekst en plaatjes erbij. Maar die pagina 1, die groeit daar. En als ik nu pagina 2 en 3 ga maken, knopje nieuw. 2, 3, 4, 5, dan gaat het zo maar door. Maar dan moet ik het weer gaan doen, zeker. Nou, daarvoor hebben ze de basispagina. In plaats van hier op de echte pagina te doen, sleep ik het hier even weg. Ik knip het hier weg. Ik knip het gewoon weg. Ik had niet eens hoeven maken hier. Ik had het beter meteen kunnen maken op de basispagina. Stramien, basispagina, masterpagina. Maakt niet uit hoe je het noemt, maar het is die ene daarboven in de balk. Dus dat stramien dingetje daar. Als ik daarheen ga, klik, klik. Daar ben ik dus nu. Alles wat ik hier neerzet, komt terug op de echte pagina's. En niet alleen inhoud, hè. Dus nu zeg ik plak. Dan zijn ze weer. Ik ben te lui om ze opnieuw te doen. Dus dan staan ze daar braaf zo. Okay. En ook aan de overkant eentje. Nou, een beetje naar die kant dan. Okay. En ook aan de overkant, die moet daar komen te staan. En dan gaat het balkje liever aan die kant. Nee, er is geen automaat om dat te doen. Dat moet je met de hand doen, helaas. Want het moet altijd een beetje anders gespiegeld worden. Dan mensen denken dat het is. Dus dan staat er mooi wat elementen in mijn basispagina. In de marge van de pagina zelfs. Dus die marge groeit langzaamaan vol met allemaal lijntjes en dingetjes. Dus overal heb ik nu die dingen erin zitten. Het is toch logisch dat het erin zou moeten zitten, dit. Ik kom nog steeds heel veel bestanden tegen van mensen die bij grote bedrijven werken, die dat nooit doen, die geen basispagina's aanpassen of maken. En denken van ja, dan ben je gewoon stom weg aan het kopiëren de hele tijd. Ja, en als het dan anders moet, moet ik het weer kopiëren. Ja, dat is dus niet nodig. Dus gebruik die basis alsjeblieft. Gewetensvraag, wie gebruikt hem nog niet? Ja, nou, tada, dat doe ik het voor vandaag. Okay. Dus nu weet je het, hè? Basispagina. Dus op die basispagina kun je ook ingrijpen. Als je denkt, op pagina 1 heb ik het nog niet nodig, kun je altijd zeggen, nou, nu even niet. En dan kan ik hem dus pakken en dan kan ik hem niet pakken. En nu? Nou, jullie, de rest weet hoe het moet nu, hè? Moet dan de rest vragen, moet ik dat doen? Want ik wil het lijntje op pagina 1, dus de cover, die wil ik dan niet. Sorry? Het hele stramien weghalen. Ja, dat is misschien wel een beetje veel van het gooien. Ja, het commando zit hier, pagina's overschrijven. Zeg je, ik wil alles eigenlijk losgooien, dat ik het wel kan weggooien. Maar dan gaan alle elementen los. Misschien wil ik alleen maar dat logo weg. Nou, dan kan dat. 2 toetsen, klaver en shift. Ik hoorde al wat toetsen, alt en zo roepen. Klaver en shift, dat is de gemene toets daarvoor. En dan zeggen, klik en nu even niet. Zo, dan haal je hem daar lekker weg. Okay? Dus je mag altijd ingrijpen op de basis van dingen die van de basis komen. Kun je altijd zeggen, nu even niet of nu even anders. Stel dat ik dus op deze pagina 2 en 3 vind, dan moet dat lijntje, dan komt toevallig een stuk over de zomer. Dat moeten leuke oranje lijntjes gaan worden of oranje blokjes. Nou, dan kan ik ze oranje gaan maken. Klik en klik. Dus dan pak ik liever een ander kleurtje. Nou, even een kleurtje erbij. Rood of zoiets. Een mooie rode zonnekleur. Rood. Dan zijn ze nu rood geworden. Oké? Dus ik mag ze altijd nog aanpassen. Ook de masterpagina, de basispagina, dwingt je tot niks. Je kunt altijd ingrijpen en het veranderen. Op een lokale pagina. Oké? Okay? Vraagje? Ja, dus? Oh, dus de controle en shift. Oh, sorry. Bij alles wat bij Appletje is, trouwens staat al 35 jaar geen Apple-toetsje hierop. Hè? Maar ja, mensen blijven Apple zeggen. Klavertje noem ik een. Klavertje, commando, controle op de Windows. Ja? Dus control shift. Of klavertje shift op de Mac. En dan wijs je het even aan, zeg je van nu even niet, nu even anders. Maar eventjes wat doordenken. Nog zo'n kernachtige zaak hier. Want als ik naar de basis ga, zeggen ja, maar wacht even. Die blokjes, die moesten eigenlijk boven staan. Ze moeten niet onderstaan. Dus ik ga naar de basispagina. Ik wijzig de basispagina. En dan zal ook alles veranderen. Kijk, op pagina 4 en 5 staan ze dus nu keurig bovenaan. En op pagina 1 staat het ene logo
dan had ik hem weggehaald. Maar op pagina 2 en 3 zie je dat hij dus, hij houdt ze wel rood. Ze waren niet helemaal losgelaten. De kleur was veranderd, maar de positie heeft nog wel gecorrigeerd. Dus het is heel genuanceerd. Als jij ingrijpt in iets, dat wat jij verandert eraan, dat laat hij met rust. Maar als de basispagina zegt van nee, het moet toch anders, dan mogen andere aspecten wel worden doorgevoerd. Dat is netjes zo, toch? Dus als ik dus de kleur alleen heb veranderd, is de positie dus nog steeds van de basispagina. Dus het houdt heel goed bij InDesign. De basiselementen die van de basis komen op de pagina zelf staan, die houden heel goed bij hoe ver ze dus al los zijn. Alleen de kleur in dit geval. Oké? Okay? En als je denkt van ja, dat was niet de bedoeling, die rare blokjes er op de andere kant en rood, dan sleep je de basispagina weer overheen. Dus je kunt zeggen, ik wil ze dus gebruiken, die basispagina. Ik kan dingen aanpassen op de basispagina en anders verandert nee. En ik kan ingrijpen op de losse pagina en nog weer teruggrijpen naar de basispagina. Dus ik kan eigenlijk alles aan. Dus ik kan eigenlijk alles wat ik zou willen veranderen, kan ik dus nog wel naar de hand zetten. Die zit nooit vast. Die zit nooit iets van ja, dat kan niet in de design. En dan ga je gewoon toch nog kopiëren en plakken. Maar dat hoeft dus echt niet. Dus je kunt die basispagina heel ver doorvoeren en alle elementen die te zien zijn op een pagina die terugkomen. En als het een keertje niet moet, dan gooi je iets weg op die ene pagina. Dus zo kan ik mijn basispagina gaan vullen met allemaal elementen zoals dit. Dus als ik naar deze basispagina ga kijken, zo ziet deze basis eruit. Dus dit is een basispagina die al wat meer inhoud bevat, die een mooi kolommenstelsel gebruikt. Die kolommen zitten erin. Wat bloemetjes en dingetjes en blokjes heeft neergezet. Dus dit is de basis voor alle andere pagina's. Er staan nog stukjes tekst op. Met een stukje van, en hier moet nog tekst komen. Dan kan ik op de echte pagina de tekst veranderen door de echte tekst. Door hem even los te maken, zeggen, en nu even andere tekst erboven de balk. Maar dan staat het alvast klaar. Dan staat de tekst alvast in de goede typografie. Dus op de echte pagina hoef ik alleen maar te zeggen losklikken met die toets en de tekst te veranderen. Okay? Dat daar letterlijk staat placeholder tekst, dat is geen must hoor. Je kunt ook zeggen bla bla bla, hier moet tekst. Maar dat staat er zo lullig bij als je het vergeet te veranderen. Hè? Dan heb je ook zo'n drukwerkje in de kast liggen waarop staat van hier had uw tekst kunnen staan. Ja, dus wel even goed nakijken. Het is een dummy tekst wat je voor jezelf even neerzet. Goed, wie ziet nog een verschil? Met wat ik had en met wat hier dus, nou, afgezien dat het mooier is waarschijnlijk. Er is nog een verschil. Extra hulplijnen. Meer hulplijnen dan ik net had. Veel mensen weten deze functie ook niet. Omdat hulplijnen zo belangrijk zijn voor de basis van InDesign, ga ik weer terug naar mijn bestand. Stel, ik zou heel graag in mijn opzetje ook graag met halve kolommen willen werken. Met halve breedtes. Dus kunnen zeggen van ja, ik wil eigenlijk misschien toch een keer anderhalve kolom lang en dan misschien 2,5 kolom breed. Dus ik wil eigenlijk een soort halve kolomindeling maken. Misschien wil ik zelfs de kolom een beetje ingrijpen. Even teruggrijpen hier naar marge en kolommen. Gaan ze iets smaller maken, dat gootje. Ziet er iets leuker uit zometeen. Zo. En ik ga nog extra hulplijnen erbij zetten. Op de basispagina doe ik dat. Want ik wil extra hulplijnen gaan krijgen. Nog meer hulplijnen dan deze kolomlijnen. Om een nog fijnmaziger grid te maken. En ook dat zie ik bij heel veel routiniers niet gebeuren. En dat is toch een heel belangrijk iets om mee te beginnen. Ik ga dus op het commando layout staan en zeggen, ik wil nog meer hulplijnen krijgen. Die ook niet alleen de kolommen die er al zijn en de marge die er al is te verdelen, maar ook nog meer hulplijnen krijgen die het fijnmaziger maken. Dus extra hulplijnen alsjeblieft. Ik wil 1, 2, 3 kolommen hebben, die had ik al. Maar ze schieten nu ook, zie je dat, door naar de bovenkant en de onderkant. Dus die hulplijnen die ik extra maak met dit commando, die gaan over de hele pagina en niet alleen maar binnen de marge. Nou, dat is een duidelijk hulpje zo. En dan kan ik ook zeggen, nee, ik wil misschien wel 6 van die hulplijnen hebben. Oké? Okay? Dus dan krijg ik nog meer hulplijnen cadeau in één keer die de boel nog makkelijker snel kunnen indelen. En dat plakt zo lekker, hè, die magnetische hulplijntjes. En ik wil misschien ook over de diepte van de kolommen praten. Van dat het dus 3/4 kolom. Dus dan ga ik ook rijen maken. 1, 2, 3, 4 rijen. Zie je? Dus zo kun je nog meer fijnmaziger een soort grid maken met nog meer hulplijnen. Om nog makkelijker dingen op zijn plek neer te zetten. Weer even handen in de lucht. Wie zelf die lijntjes altijd zelf met de hand gaat neerzetten? Ja, nou, bingo. Dat is dan een goede buit vandaag alvast. Let wel even op dit knopje. Dat is het dus uitlijnt ten opzichte van de marge, niet ten opzichte van de pagina. Want dan klopt het dus niet, hè? Ze moeten gelijke tred houden. Waarschijnlijk in dit soort pagina's moeten ze waarschijnlijk gelijke tred houden met de marge. Maar er zijn mensen die zeggen, nee, ik maak ook advertentiepagina's die snel een soort pagina moeten verdelen in 4 blokken of in 8 blokken. Dan moet de hele pagina verdeeld worden in blokken. Dan zet je hem dus op de onderste stand. Maar in dit geval, waar ik nu op aanstuur, is dus dat de hulplijnen de marge moeten gaan verdelen. En ook de marge daarboven moeten gaan vullen met extra hulplijnen. Goed, dus ik heb nu extra hulplijnen op mijn pagina staan. Oké? Dus op mijn geweldige pagina 1, 2, 3 enzovoorts heb ik ook steeds meer hulplijnen. Ziet er al een stuk serieuzer uit zo, hè?
Moet je ook vooral doen. Hè? Als je in een team werkt met andere mensen die niks van grafisch weten, moet je vooral heel veel van die hulplijnen erin zetten. Vooral heel vaak op de W-toets drukken. Het ziet er heel interessant uit. En op de tab-toets en zo, ja, een beetje werken. Ja, is ingewikkeld dit. Het is niet zomaar InDesign. Dus een beetje werk van maken. Maar het ziet er gelijk ook goed uit om mee te werken, absoluut. Ja? Dus hulplijnen zijn belangrijk om daar dus dingen op aan te haken steeds. Om ze dus uit te lijnen, mooi te verdelen. Vaak zeggen mensen, ja, maar dat kan toch ook met een soort ruitjespapier? Dat is vloeken in de kerk. We gebruiken geen dat doen altijd bouwvakkers, die gebruiken ruitjespapier. Dat zie je ook aan hun logo's meestal, met allemaal geometrische rondes en zo. Maar wij gebruiken dus een verdeling van dit soort extra hulplijnen. Dat is wat wij voor grafische doellijnen heel vaak gebruiken. Dus zo is dit bestand ook gemaakt. Nou, ze hebben niet zo heel veel extra hulplijnen erin zitten, maar nou, het had toch ingewikkelder gekund. Dus we hebben dus die pagina's één voor één gaan vullen met meer inhoud. En dat is dus het geduldige werk. Die pagina's gaan vullen, één voor één. Heel geduldig, zoals ik net begon ook voor de pauze met hier een kadertje, daar een plaatje, daar een zusje, een dingetje. Maar ja, dat doen jullie al een beetje, denk ik. Maar zo gaan die pagina's zich dus ook vullen met nog meer van dit soort elementen. En dat heeft per pagina ook aandacht nodig. Daar is, laat me dat alvast verklappen. Er is geen automaatje, een trucje of een hocus-pocusje dat zegt van zet even een leuke verdeling neer. Dat is puur mensenwerk. Die blokkendoos mooi gevuld eruit laten zien, dat is mensenwerk. Oké? Okay? Dat is dus waar je veel tijd aan gaat besteden. Dus daarom kan je maar beter ook zoveel mogelijk hulpjes erbij hebben zitten. Om dat sneller te kunnen gaan indelen op een goede manier. En dan af en toe een beetje een uitzondering maken van eentje die zegt van nee, ik ben even lekker een grotere foto. Of ik hang even aan de zijkant ernaast. Dat mag best. Even een lollig dingetje erbij. Stijl op pagina. Even kijken. Ik pak even mijn eigen bestand. Ik hou niet van het woord trucs in dit soort software. Alsof het een soort goochelshow wordt. Maar het belangrijke van dit soort software is ook dat je sneller dingen kan neerzetten. Misschien door meerdere beelden één keer neerzetten. Dat is vaak toch wel nodig. En een beetje gezelliger uit laten zien. En die blokkendoos mooi, maar ook passend te maken. Dat is vaak best wel lastig. Ik ga je even een techniek laten zien die er al 10 jaar lang in zit. En die veel mensen dus niet hebben zien komen. En die ik graag altijd even laten zien. Stel, ik heb heel veel foto's, die moeten in één keer erbij komen. Nog even naar de gereedschappen kijken. We hebben hier dus een aantal tools. We hebben de zwarte pijl, de witte pijl. Die weten jullie wat dat zijn. Met de zwarte pijl pak je dingen die er zijn. Met de witte pijl pak je de kleinere elementen. Een punt, een hoekje, een dingetje. Maar meestal heb je de zwarte pijl te pakken. Jullie weten wat dit is? Die? Dan kun je pagina's pakken. Dus als ik dus in het andere bestand ga kijken en ik wil dus die pagina hier een ander formaat gaan geven, dan kan ik de hele pagina selecteren en zeggen en ik wil je een ander formaat geven. Waar is het eigenschappenpaneel als je het nodig hebt? Daar is hij. Dus hier kan ik de pagina van de maat van de pagina aanpassen. Dus met dit gereedschap selecteer je de hele bloody pagina. Dus met die pak je dingen, met die pak je kleinere dingen. Zoals een hoekje van een kadertje misschien zo. Nee, ik wil van hem dat hoekje een beetje meer zo doen. Dat zijn voor kleinere dingen. Dus de witte pijl is voor kleinere puntjes en hoekjes en dingetjes en lijntjes. Ik wil dit lijntje een beetje meer zo doen. Zo. Dus dat is de witte pijl. Dus de zwarte pijl, ja, die ken je wel. Daar kun je dingen mee pakken. De witte pijl voor kleinere dingen. En deze dus voor de hele pagina. We hebben ze even op een rijtje gedaan zo. Dus als ik zeg, die hele pagina moet misschien ook groot of kleiner worden. Kun je hier de maat aangeven. En zeggen, hij moet groot of kleiner gaan worden. Dus daarmee selecteer je de pagina als geheel. Maar dan die rare hier beneden. Wie gebruikt die wel eens? Hij staat toch behoorlijk als vierde in de rij. Lijkt toch wel een belangrijk gereedschap. Heeft Adobe iets mij niet verklapt of zo? Wie gebruikt hem wel eens? Oh, dat wordt een leuke. Want het gereedschap, dat kennen maar weinig mensen. En het is een heel mooie functie om snel dingen op een beetje bij elkaar te zetten. Toch een trucje, want nogmaals, hou ik niet van de term trucje. Maar het is toch een handigheidje om sneller te werken. Snel, ik ga heel veel plaatjes oproepen. Ik haal even binnen 10 plaatjes. Niet 1 voor 1 voor 1 voor 1. Nee, 10 tegelijk. Of 9, weet ik hoeveel ik er heb. Even wat foto's binnenhalen. Ik heb hier een map met wat foto's. Die staan al klaar. Met wat foto's van wat dingetjes, parkje, en bloemen en van alles nog wat. Nou, een stuk of 12 bestanden zijn dat volgens mij. Ik zeg oké, kom maar op met die 12 foto's. Nou, 14 ook fijn. Dus ik ga nu 14 foto's in één keer zetten. Of 11, kan niet goed zien. 11, nee, het zijn er 11. Oh, goed, komt goed uit. Dus ik ga 11 foto's neerzetten. Ik moet zo alle 11 tegelijk, 1 voor 1 nog doen. Zo eentje hier en dan eentje weer daar. En dan, dat schiet niet op zo, hè. Daar hebben we een handigheid voor. Als je gaat slepen met de muis zo. En je sleept terwijl je eentje gaat neerzetten. Maar er zitten nog 10 andere onder mijn muis. Hè? Terwijl je sleept met één hand. Ga je met de andere hand ga je de pijltjes toetsen. De pijltjes toetsen. Links, rechts, boven, onder. Hè? Dus dan ga ik nu zeggen. Ik wil dus eigenlijk een grid krijgen van. Nou, om het mooi te krijgen. Misschien 12. 3 bij 4. Dus ik ga eigenlijk ook nu. Kun je door de lijnen heen kijken? 3, 4 rijen. En 1, 2, links, rechts.
Zoveel kolommen wil ik hebben. En dan laat ik nu los. En dan staan ze gelijk klaar. Ja. En dan moet dus nu gevuld worden. Wat vreemd, want die moet ik ook alweer hebben. Welke van de 18? De meest links. Hè? Want ze moeten mooi gevuld gaan worden. Ik laat ze mooi aftappen, mooi afvullen. Dat ieder kadertje mooi gevuld is. Oké? Ik ga nog een knopje erbij pakken hier. Het knopje passend maken. Ook die is verdomme belangrijk geworden. En heel veel mensen hebben hem niet goed door. Vooral Nederlanders niet. Want dat staat niet goed vertaald hier. Dan staat die passend maken. Dan denk je van, oh, dan druk ik eens een keer erop. En dan wordt het mooi passend zeker. Nou, doet niks. Knopje voor niks waarschijnlijk. Nee, het is hartstikke belangrijk. Alleen staat verkeerd vermeld. Dan moet er staan passend houden. Dat is nogal een verschil. Want als ik normaal dat dingetje uit heb staan. Nou, laat me even zien als ik normaal een plaatje neerzet. Ik pak even een plaatje hier. Een dingetje. Heb ik hier een leuk plaatje? Een pizza of zo? Volgens mij komt er een pizza. Oké. Goed, ik zet hier een pizza neer. Als ik normaal dus zeg, ik ga dat kader nu groter, kleiner maken. Zo zonder iets in te drukken. Dan wordt dus het kader groter, maar het plaatje niet. Ja? Oké. Maar ik wil eigenlijk kader en plaatje tegelijk doen. Dan zeg ik dus nu, ik laat hem dus... Vullend maar, nee niet vullend, passend maar, nee, precies aanpassend, nou, hoe je dat noemt. Maar het hele plaatje stopt er nu in. En ik wil hem graag passend houden. Dus als ik nu met het kader ga trekken, duwen, met maar één vinger, zonder in, dan blijft hij hem dus mooi passend houden. Dus ik hoef geen shift-toets meer in te drukken. Hij zoekt het zelf al uit. Sterker nog, stel ik was ingezoomd, even passend uitzetten. Stel ik was ingezoomd op het linkerbovenstukje van de pizza. En dan zeg ik nu, passend houden. Dan blijft hij ook een beetje die linkerhoek van de pizza aan de gaten houden. Even wachten als je het erin beweegt. Kijk, hij blijft die linkerhoek van de pizza aan de gaten houden. Zie je? Hij laat het proportioneel meeschalen. Hij doet zijn best. Als je niet helemaal passend je extreme verhouding gaat geven, dan wordt het natuurlijk raar. Maar je kunt ervoor zorgen dat het passend gehouden wordt. Dus een klein stomvol taalknopje zorgt ervoor dat de hele Nederlandse gemeenschap daar niet weet wat het is. Want het werkt niet, denken ze. Nee, het is passend houden. En het is hartstikke belangrijk. Dus als je het over kernachtige zaken, nou die, dat kleine rottige knopje. In het Engels staat er fit, dat is ook zo weinig zeggend eigenlijk. Fit, meer niet staan, niet fit. Ja, wat fit, fit. Make of fit houden. Nu weet jij wat het is, dus hou me in de gaten. Dus als ik al deze plaatjes, die kaders met inhoud, ga zeggen, joh, houden jullie je lekker passend? Dan kan ik ze dus één voor één groter gaan maken, zodat ze allemaal een beetje proberen goed gevuld te blijven. Hoe groot ik ze ook maak, zie je? Maar nou kom ik terug bij waar ik begonnen ben. Dat gekke gereedschap hier. Dat gekke rare dingetje daar. Wat is dat? Als je hem aanwijst, dan heeft hij de meest poëtische beschrijving. Namelijk tussenruimte. En ik kan het nog poëtischer maken. Hij pakt dingen die er niet zijn. Huh? Ja, met die dingen kun je pakken wat er is. Dingen, kleine dingen, pagina's. Maar die pak je dingen die er niet zijn. Of die je niet kan pakken. Hoe kan ik nou dingen pakken die je niet kan pakken? Nou, bijvoorbeeld, wat over die tussenruimte... Deze tussenruimte bijvoorbeeld. En ik wil die misschien wat smaller gaan maken. Misschien wil ik met de shift-toets alleen deze een beetje smaller maken. Misschien wil ik deze shift-toets naar de rand slepen. Zo, dat is, nee, eentje, herstel. Eentje, shift-toets indrukken, Peter, en goed doen. Ja, eentje. Dus zo kan ik heel snel een soort brikkerbrakachtige verdeling maken... door de ruimte ertussen te verschuiven. Snap je? En dan wil ik die blueberries ook nog een beetje dat randje van de marge hier oversteken naar de andere kant. Dus met een toets shift toets doe ik eentje, doe ik zonder toets gaan ze allemaal. Dus met één toets, zonder toets gaan ze allemaal. Ze gaan de hele rand mee. Snap je een beetje wat er gebeurt? Zit er al een jaar of 12 in? Heeft niemand gezien? Als je het over geheimen en trucjes hebt, nou dit is een groot geheim. Die combinatie van dit gekke knopje dat verkeerd vertaald is, hij is nou weer weg. En dat gekke dingetje van dat gereedschapje daar. Dus je kunt zo heel snel een soort Mondriaan-achtige verdeling maken... van allemaal mooie kadertjes die gezellig zo eruit zien. Nou, in 3 minuten gemaakt. Je kunt ook de ruimte ertussen nog aanpassen. De tussenruimte pak ik dan van deze twee, die moet groter. Of ik wil die wat grotere tussenruimte geven. Klavertoets, controltoets op de Windows. Dan wordt nee, en dan klaver en shift. Alleen maar eentje, alleen die. Zo, dan zie je helemaal heel klein aan het worden. Nou, dan gooi ik hem gewoon weg, kan mij het schelen. Dus niemand nodig, alsjeblieft, weg. Dus ik kan heel snel zo'n pagina... Mooi brikabrak verdelen. En toch nog een beetje de hulplijn in de gaten houden. En toch lekker makkelijk een mooie blokkendoos van maken... die er een beetje asymmetrisch mooi verdeeld uitziet. Handig deze? Dus de combinatie van hulplijnen, de combinatie van passend houden... de combinatie van het rare gereedschap wat maar weinig mensen kennen. Allemaal dingen die toch heel erg belangrijk zijn om te weten... hoe je een pagina zo snel een beetje sneller kan vullen. En als ik dan zoveel pagina's moet gaan maken met heel veel inhoud... dan gaat het hopelijk een stukje sneller. Want alle tijdwinst... per pagina is meegenomen bij dit soort werk. Want nogmaals, het is puur mensenwerk om dit mooi gevuld te krijgen.
De klavertoets of de controle op de Windows. Nog even de toets op een rijtje. Dus als ik met dat gereedschap bezig ben. Dus als ik het gereedschap pak. Zonder toets pakt hij dus het hele stuk. Alle dingen die ermee in verband houden. Die op diezelfde lijn staan. Met de shift toets pak ik maar eentje. Dus als ik zeg ik wil alleen die. Dan gaat hij met die bessen niet mee, zie je. Als ik nou daar loslaat. Dan gaat hij nu weer zonder toets met die twee aan de haal. Zie je dat? Dan kan ik er weer zo zitten. Dus je kunt er een beetje mee spelen. Hoe je dus welke lijn je oppakt. Welke beleiding je aanhoudt. Dus jouw indeling. Okay? Met de klavertoets ingedrukt. Control op de Windows. Ben je met de ruimte ertussen als maat bezig. Grote ruimte, minder ruimte. En met de shift toets is het maar voor eentje. Shift toets 1 de ruimte. Okay? Maar vergeet niet dat je ook niet alleen de tussenruimte tussen de elementen. Maar ook de tussenruimte tussen de rand van het papier en het ding kan gebruiken. Dat kan dus ook. Dus zo kun je heel snel dingen zo op maat zetten. Als je nog een keer wilt nakijken, toch eventjes bij vermelden, want mensen gaan altijd heel braaf schrijven. Dat mag ook, prima, want dan onthoud je het goed door. Maar als je denkt van, ja, hoe zat het weer met die tussenruimte? Dan ga je gewoon zoeken op Adobe Help InDesign. Gewoon even googlen. En dan schrijf je op tussenruimte. Gaat niet helemaal goed, maar dat snapt Google vast wel. Nou, dan komt hij. In het Engels dan in dit geval. Nee, is het Nederlands. Uitlijnen? Nee, dat is hem niet. Nee, het gereedschap tussenruimte. Oh, sorry. Gereedschap tussenruimte. Dit was het tussenruimte paneeltje. Het tussenruimte. Oh, het is een videootje. Nog beuker zelfs. Een videootje. Nee. Dus dan kun je deze. Oh, hier. Kijk. Die doen ook een trainingje. En die doen ook een training. Dus je kunt zo wat kijken naar. Maar zoek erop. En dan vind je heus wel wat informatie erover. Ja? Als je gereedschap bijzet. Misschien dat dan wat meer komt over alleen gereedschap. En niet tussenruimte in het paneel. Gereedschap. Ja, nou ja, toch blijft hij daarover. De tools en de toolset van InDesign gebruiken. Nou, dan zou het dan daar toch ook komen, denk ik. Ja. Dus ga kijken naar de online helpfuncties van Adobe. Daar wordt het uitgelegd. En via thematische index kom je dan bij het onderwerp terecht. En dan zie je hoe die werkt. De selectietool. Zie objecten selecteren. Ja. Nou, dan gaan ze het daarover hebben waarschijnlijk. Ik zit toch te wachten of ik nou kan vinden, hè? Ja, nee, dan gaan ze alles uitleggen over selecteren, selectieopties. Nou, toch even wat beter zoeken, Peter, volgende keer. Maar er staat een hele manual zitten in die online helpfunctie, absoluut. Dus even slim zoeken, even de term onthouden. Dus schrijf de term op, tussenruimte. En in het Engels heet hij de gap tool. Gap, van G-A-P, gap. De gap tool. Dus dan kan je ook nog Engelse bronnen aanspreken erin. Oké, nou, ik hoop dat dat een handig is om snel toch met hulplijnen en dat gereedschap en dat passend maken, toch een goede combinatie te maken. Want dat zie ik dat mensen vaak niet gebruiken. Terwijl het is toch zo belangrijk om dit te kennen, die drie dingetjes. Oké? Okay? Dus we hebben de basispagina gezien. Een andere goede aanpak van automatieke instellen is het gebruik maken van stijlen voor de tekst. Zo goed als we te lui zijn om iedere keer de pagina opnieuw te vullen met elementen die steeds weer terugkomen. De basispagina alsjeblieft. Zo heb je dus ook te maken met elementen die terug moeten komen in de tekst, typografische kenmerken. Daar gaan we even naar kijken. Dus stel in deze pagina's moet ik steeds weer intikken hoe een kopje eruit ziet. Dat heb ik ook geen zin in op een gegeven moment. Dus ik wil kopjes sneller gaan instellen. Zit er nog meer pagina's in? Is het bestand klaar? Die moeten we klaarmaken. Ik moet het eindbestand. Ja, die weet ik toch. Ik zal het even gaan doen, nog beter. Ik wil op deze pagina hier wil ik 2 kolommen gaan maken met tekst. Of 3 kolommen, ook goed. Ik ga even wat tekst binnenhalen. Nou, weet je wat? Ik ga wat tekst neerzetten vanuit een blanco kader. Ik ga hier een tekstkader neerzetten. Hier staat 1 tekstkader. Daar zie je hem staan, daar is hij. Ik ga nog een kader vanuit deze draad oppakken. Dat kleine knoopje geeft aan. Je pakt het vervolg van het kader op als er meer tekst zou zijn. Er is nu niet meer tekst, dus het heeft weinig te betekenen. Dus ik kan de draad weer oppakken en zeggen nee. Dan zou ik hem hier ook weer neerleggen. Diezelfde draad van de tekst. Dus hier schilder ik nog een kader. Kan ook nog op een andere manier. Doe ik nu eventjes. Dus als ik nu hier tekst in laat lopen met die dummy tekst. Of de echte tekst als ik die zou hebben. Maar ik doe even dummy tekst. Dat scheelt weer een paar seconden. Dummy tekst in plaats van plaats. Dan heb ik nu dus heel veel tekst. Stel ik maak er nog meer tekst van door te zeggen kopieer plak, 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 plak. Dan komt dat gekke plusje daar natuurlijk. Hè? Dat gaat zeggen oh, er is veel meer tekst dan wat je nu ziet. Ook dan kun je de tekst weer oppakken. De draad weer oppakken. Zeggen ja. 1 klikje hier. Klik. En een tweede klikje, klik daar. En dan vult het kolommetje zich al lekker zo vol. Die 3 houden dus verband met elkaar. Er zit een verband tussen die 3 kaders. Die houden een verband met elkaar qua tekst. Dus je loopt door van het ene kader naar het andere kader. Dus ik ga kijken ook bij de extra hulpmiddelen. Extra, als ik wil de tekstverbindingen zien. Dan zie je ook die lijnen, die pijlen ertussen. Ik zal eentje opschuiven, zie je hem beter. Hier die lijn daar. Dus die loopt dus van boven naar beneden, van beneden weer naar boven. Dus zo gaat die tekstdraad doorlopen. Dus als ik nou heel veel tekst heb,
al dan niet verbonden met elkaar, maar dat verbinden is ook niet onaardig. Dan kan ik dus de tekst vorm gaan geven. En dat kan ik doen met stijlen, door één keer te zeggen van zo moet iets eruit zien, voorgoed, en zo moet het overal, tenminste in dit bestand. Dus als ik één alinea even selecteer, ook dat is een belangrijke les, leren selecteren de tekst. Kunnen jullie tellen? Ja? Tot 4 op zijn minst, 5 misschien zelfs. Ja? Dan gaan we even kijken. Als ik één keer klik en sleep, dan kan ik tekst selecteren. Maar ik raad je aan om in InDesign, zeker als je het programma af en toe gebruikt, is het belangrijk om te weten dat als je goed selecteert, dat is goud waard. Goed selecteren van tekst, dat moet je sneller doen. Niet eroverheen strijken, want dan vergis je misschien. Dan vergeet je misschien een of andere lullige return die er nog in zit. Dus stel dat bovenste alineaatje hier, dat is zo één losse alinea. Als het op klikt, dus er een return tussen dus. Dus als je hierop klikt, een sleep, en je gaat dat selecteren om mooi te maken. Stel, het moet een soort inleidende tekst worden. Misschien vergeet je die stomme return erachter dan. Dus als ik dan stijlen ga maken of gebruiken, gaat het meestal niet zo goed werken. Dus ik leer je liever sneller selecteren door vaker te klikken. Eén keer klikken en slepen mag dus wel, maar als je preciezer wil zijn, liever 1-2 keer klikken voor een woord, 1-2-3 keer voor een regel en 1-2-3-4 keer voor een hele linia. En dan zit die return er sowieso bij. Ja, wie kan nog tellen tot 5? 1-2-3-4-5. Dan heb je alles. Maar ja, dan doe ik liever een klavertje A. Vind ik toch onmakkelijk, anders krijg je pijn en weer. Dus goed selecteren is het halve werk, zeker als je stijlen gaat maken. Als je stijlen gaat maken, je selecteert niet zo goed door dus die return te vergeten. Of een loze, soms zitten er altijd van die loze spaties erachter. Dan gaat dat niet goed als je stijlen gaat maken. Daardoor hebben mensen meestal het idee van ja, ik ben een keer met stijlen begonnen, maar het werkte niet zo lekker. Probeer eerst goed te selecteren alsjeblieft. Okay? Dus als ik een voorbeeld van een alinea wil maken, want dit wordt een stijl. Dit is mijn voorbeeld voor een stijl, een stukje voorbereiding. 1, 2, 3, 4. Dan ga ik hem nu... zie al die spaties erachter zitten. Dan ga ik hem dus nu zeggen hoe die eruit gaat zien. Dus ik zeg nu, ja, dat moet altijd een 10-punch... ik zeg maar wat, een 10-punch Arial. Of heeft iemand een leuke voorkeur voor een font? Roep eens wat. Hier zitten 22 ontwerpers en een Clarendon. Tenminste, iemand die zegt een Clarendon. Een lekkere blok schreef die Clarendon, daar is hij. En dan pakken we de Romaan. Dus dat is dan de eenvoudige dikte. Nou, mooi lettertje zo, toch? Een Clarendon. En nog iets anders erover te vertellen? Nog voor een nawet of zo? Of gewoon wel goed zo? Voorlopig even genoeg. In een masterclass gaan we nog meer specificaties erbij pakken. Maar het ziet er nu al netjes uit. Dus ik heb dus gezegd, Clarendon, Roman, 10 punts met zoveel interlinea. Enfin, dat staat dus goed. Als ik dat dus vaker wil gebruiken, dan moet je niet nu meteen door gaan fietsen, alles nu weer gaan zitten selecteren en zeggen weer Clarendon en weer Clarendon. Nee, maak er nu een stijl van. Oké? Okay? Een stijl maken is vrij makkelijk. Het is één klikje en één naam geven en het is gebeurd. Dus je gaat bij het paneeltje stijlen zeggen, nou, dit wil ik wel vaker doen zo. Alinea stijlen. Daarmee dek je ongeveer 95% van alle werk. Alinea stijlen. Ik wil dus voor de alinea's die ik hierna ga selecteren, ook deze kunnen gebruiken. Knopje nieuw. Daar is hij. Knopje nieuw. Tadaa. Dus ik nieuw klik en ik doop u. Even open klik hier. Klik, klik. En ik doop je gewone tekst. Gewone tekst. Of platte tekst. Of broodtekst. Weet ik hoe je dat moet noemen in vakjargon. Gewone tekst. Dan staat de hele instelling staat hier neer. Moet je kijken hoeveel typografie er kan. Oeh, dat kan heel veel. Maar we hebben nu gezegd Clarendon 10, oké? Okay? Goed, dus dat zit erin opgeslagen, die instelling. Dus als ik nou meer tekst zo wil doen, voor mijn part alle tekst, dan zeg ik nu gewone tekst. En dan doet hij het gelijk, oké? Okay? Maar zeggen, ja, dat is wel groter, die Clarendon kan toch wat kleiner. Zonder te hoeven selecteren in de tekst zelf, kan ik dus deze weer openklikken. Zeggen, nee, ze willen hem kleiner gaan maken. Nou, dan doen we dat. Dan zeggen we dus nu standaard teken op, maak toch wat kleiner alsjeblieft. Misschien 9 punts op 10. Nee, 8 op, nee, op 10 interlinie dan zo, oké, okay, doen we 10. Dus dan is het nu. En alles gaat mee. Zie je? Je kan het ook veranderen op het scherm. Er zijn twee manieren om het te veranderen. Je kan ook zeggen, nee, wacht even. Ik wil iedere alinea een beetje ruimte geven. Dat kan ook. Er zitten hier wat knopjes voor en nawit. Gaan we even kijken bij de alinea-instellingen. Ik wil meer voor en nawit. Dat zit hier in een kleine hoekje. Ach, dat is mijn favoriete hoekje hier. Voorwit en nawit. Ik wil na iedere alinea... Nee, 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 nee. Ik wil na iedere alinea... Niet ertussen, ga weg. Probeer ik iets gedaan hier. Oh jee. Doe maar escape. Ik wil na iedere alinea wat ruimte hebben. Namelijk misschien iets van 2 mm. Kijk. Dan heb ik dat nu voor eentje gedaan. Voor één alinea, die bovenste. Dan zeg ik hier bij het paneeltje. Redefine. Zo kan ik het ook opnieuw laten doorgrijpen in de rest. Dus dan worden ze allemaal met wat... Nou, is allemaal heel veel ruimte trouwens hoor. Ietsje minder ruimte mag wel. Deze is dat. Die zit een beetje te plagen. Die moet naar 0. Zo. En weer redefine. En een beetje nawit hier. Een beetje nawit.
En oh ja, oh, en op een volgende negeren. Zo. En dan iets minder hoor, iets minder. Dus die getalletjes geven de ruimte na een alinea, dat er een beetje lucht tussen de tekst komt. Nou, ik zie dus aan dat plusje, dat ik dan met mijn tengels weer aangezeten, zegt hij. Ja, een plusje, je hebt dan met je tengels aangezeten. Maar dat wil ik ook zo voor de rest. Dan zeg je nu, redefine, dan zal de rest ook volgen. Dus je mag heus wel ingrijpen in één alinea of in één kopje. Als je het toch een keer groot of kleiner of groot of groen wil. Maar als je zegt, ik wil het voor ze allemaal hebben, dan zeg je redefine en dan zijn ze nu allemaal zo. Dus zo werkt dat met die stijlen. En zo kun je dus vaak met 4, 5 stijlen al heel veel werk, herhalend werk, snel automatiseren. Oké? Okay? Maar let dus op hoe je ze in beginsel maakt. Selecteer ze goed. Ga niet dus één stukje tekstjes selecteren. Het moet een kopje gaan worden. Selecteer even ruim. Hè? Dus 1, 2, 3, 4. 4 keer klikken. Dan weet je zeker dat je de hele alinea hebt om als voorbeeld te dienen. En die moet dan groter gaan worden. Groter, iets meer interlinie, want anders past het niet meer. Dus dan wordt het dan kopjes van 14 op 15. En een kleurtje. Ik wil een kleurtje eraan geven. Kleurtjes, F5. Doe maar mooie rode kopjes. Tekst, rode kopjes. Oké? Okay? Ga ik weer een stijl van maken. 1, 2, 3, 4. Stijl maken. Knopje. Het was gewoon een tekst met heel veel aanpassingen. Ja, maar is deze nu van geboren. Klik. Open klikken. Of gewoon even de naam aanklikken. Kopje nummer 1. Of grote koppen, kleine kop, hoe jij wil noemen. Is hier nog een kopje ergens? Een adfugloops. Nou, dan doen we dat even hier. Dus even een returntje erachter tikken. Dit moet ook een kopje worden. Boom, doet hij het ook alweer. Dus dat is de automaat voor de typografie. Om sneller dus in te grijpen in de automatiek. Waarbij dus alles meteen meevolgt. Je kunt dus ingrijpen in een stukje voorbeeldtekst en zeggen redefine. Of je kunt dus deze stijl openklikken en dus zeggen, ik wil gewoon het even anders instellen nu. Maar dan moet je weten waar het dan in godsnaam staat, die kleur. En dan ben je toch even aan het zoeken, zeg. Maar goed. Oh, hier, tekenkleur. Oh ja, gewoon de tekst is zwart. Nou. Dus het kan op 2 manieren alsnog ingegrepen worden. Dat het doorpakt in de tekst. Als je denkt van, nou, het moet gewoon een keertje hier rood en dan een keer gewoon geel worden. Dan mag dat, niks aan de hand. Ja. Er zitten in de nieuwere versies van InDesign, zijn ze begonnen daar ook een paar mooie dingen aan toe te voegen. En die kunnen ook in een stijl meegaan, maar ik doe ze even los van de stijl. Dat je zegt, ik wil deze tekst misschien mooi centreren nu. Ja, dat kon al natuurlijk centreren. Dat ik deze even centreer, maar ook een achtergrondkleur eraan geef. Dus ik wil gele tekst op een zwarte, ja, dat woord arcering hier zo raar, maar dat betekent dus achtergrondkleur. Ik weet niet wie dat voor zon heeft, arcering, maar het is dus gewoon de achtergrondkleur. Dus ik wil een mooi geel achtergrondkleurtje. Nee, ik heb gele tekst. Toch? Geel, ik weet niet meer. Rood. En ik wil een gele achtergrond. En een vette gele achtergrond, alstublieft. Moet ik iets verder ingrijpen, want dit is maar een klein knopje hier. Hier komt het hele commando tevoorschijn. Met al zijn toeters en bellen. Want ik wil arcering. Ik wil geen tintje. Ik wil volle vette gele hebben. Zo, oké. Okay. En nog meer ruimte eromheen. Dat er nog wat ruimte bovenonder komt. Enfin, genoeg knopjes om je lekker een hele weekend mee bezig te houden. Maar ik kan zo dus in elk geval een tekstje een achtergrondkleur laten meelaten lopen. Een schilder een kadertje maken. Je wil niet weten hoeveel mensen daar kadertjes voor zitten te maken. Een kadertje, en dan gaat de tekst verschuiven. Moet een kadertje ermee. Dat hoeft dus niet meer. Okay? Dus als dit nu gewoon meeloopt, dus een typografische instelling, dat gaat nu overal mee. Je kunt er dus ook weer een stijl van maken. Zeggen ja, nee, redefine, doe maar allemaal. Dan gaan ze nu allemaal. Dus daar heb ik nog een gele erachter zitten. Dus dat is ook een belangrijke verdieping, vind ik, die iedereen wel moet weten. En je loopt waarschijnlijk nu een beetje voor op routiniers zelfs. Als je dit even opgefrist hebt, zo, dan, want de meeste routiniers hebben dit niet zien komen. Denken, arcering, ik hoef geen arcering. Nee, maar het is een achtergrondkleur. Oh, dat wil ik wel. Nou, dan weet je het dus nu. Okay? Of een lijntje rondom, kan ook een lijntje een kader krijgen. Dus dan hoef ik dit kadertje niet een soort... Stel, dit is een soort bijschrift, dit hier. Ik wil er een bijschrift van maken, wordt gecentreerd. Er moet een randje omheen. Nou, dat kan ook, hier. Alinea-instelling. Alinea-randen en arcering. Ja, ook één knopje hier, maar ik wil hem uitgebreider instellen. Alinea randen en arcering. Ja, ik wil een randje eromheen. Een dun randje. Komt die al? Kijk. Ja, komt een randje eromheen. Wel een beetje tekst aan de binnenkant houden. Een beetje naar binnen duwen. Hè? Dus moeten we wat afstand gaan houden. Enfin, knopjes, knopjes. Maar het begin is er. Je weet dus nu dat je een randje aan een tekst kan geven. Oké? En dat loopt dus mee met de tekst. Als ik hier dus meer ga typen, gaat het kadertje gewoon mee. Dus dat zijn een paar heel, ja, toch wel basale dingen die ik vind in de meest recente versie van InDesign. Eindelijk iets nieuws kwam. Dat ik van, zo, dat schiet op. Hè? Eindelijk een toch een belangrijk puntje wat ik toch al veel eerder had willen hebben. Voor de rest is InDesign best wel redelijk af, zei ik daar straks in het begin. Dit programma is redelijk goed gemaakt van, ja, met een goed hart voor grafische vormgeving. De monniken zullen er ook tevreden over kunnen zijn, denk ik. Oké? Okay? Dus als ik dat dan zo bij elkaar ga boksen, zo'n hele spread met 20 van dit soort pagina's, waar best veel tijd in zal en mag gaan zitten, echt waar, want dat is je werk,
Daar word je voor betaald, zal ik maar zeggen. Dat is dus wat jouw expertise moet gaan doen. Al die pagina's mooi gevuld gaan maken. Dat het mooi lijkt te passen als een blokkendoos, maar dat er toch veel tijd heeft gezeten om het passend te krijgen. Veel mensen zeggen dan van, ja, maar als ik dus een plaatje neerzet, hè, kan ik dan niet automatisch zeggen dat de tekst moet gaan schuiven? Ja, je kan tekstomloop gaan maken. Dan tekstomloop, wat is het ding? Tekstomloop. Hier. Ja, dan duwt hij de tekst weg. Hè? Dus hier, tekstomloop. Ja, dit ding moet gaan wegduwen. Dus dan, je geeft die tekstomloop aan degene die duwt, trouwens. Hè? Niet tegen de tekst die geduwd wordt. Tekstomloop zeg je tegen degene die duwt. Onthoud dat. Dus ja, gaan we eromheen lopen. Hier, klik, knopje aanzetten. En dan nog een afstand ook nog. Even kijken, doen we wat afstand, dat er een beetje bumperrandje omheen komt. Dus dan doet hij die tekst keurig weg. Maar ja, dan moet je wel even met de redacteur gaan praten, want er moet een stuk tekst uit. Dus er is geen automaatje die ervoor zorgt dat nu opeens tekst weer goed gaat lopen. Nee, er moet gepraat worden nu met de redactie. Jullie kunnen een beeld hebben of je kunt meer tekst hebben, maar niet allebei. Ja, het meestal zit de rek in de plaatjes. Want die kunnen rekken. De tekst is meestal vrij vast. Dus meestal gaan ze eerst tekst neerzetten. En dan zien ze ongeveer van, ja, tot ongeveer, stel je hebt zo'n artikel als dit. Dan zien ze toch wel, nee, die even kijken naar de pagina zelf. Even kijken naar pagina 3 of zo. Stel dat dit dus gevuld gaat worden. Meestal begint men dit soort dingen eerst met tekst neer te zetten. Want dan weten we tenminste hoeveel tekst er voor plaatjes overblijft. Want in plaatjes zit meestal meer rek dan in de teksten. Dus een plaatje kunnen we wel wat kleiner maken, afsnijden, een beetje trekken, duwen. Dus dan kunnen we al grosso modo zeggen van, ja, als je dit artikel erin zet, dan blijft er zoveel ruimte over voor de plaatjes. Nog een laatste leuke tip, die ik ook te weinig zie gebruiken. Dat is kleuren kiezen uit wat er voor je voeten ligt. Heel veel mensen gaan kleuren verzinnen. Is een leuk esthetisch trucje. Dit vind ik een leuk trucje. Niet verklappen tegen anderen. Daar moet je inspiratie voor hebben. Stel ik wil inspiratie krijgen voor de kleur van dit kadertje hier. Dit is een kadertje hier. Het heeft een blauw kleurtje vanuit de basis. Maar ja, wat doen nou de meeste ontwerpers? Als ze deze spread mooi moeten maken, dan gaan ze vaak kleuren uit de foto's pakken. In heel veel magazines wordt dat heel veel gedaan. Dat is een heel bekende tip. Nou ja, bij ontwerpers dus. Dus als ik dit kadertje even losweek. Nee, jij. Nee, niet jij. Oh god, waar ligt dat ding? Daar. Gaan jullie even naar boven dan. Daar. Daar. Daar is hij. Ja, dit blauwe kader. Ik moest even wat losklikken om hem te hebben. Daar ligt hij. Die is nu dus blauw. Maar ja, als je het leuk bij elkaar wil gaan pakken, en het is niet de huisstijlkleur die verplicht is, je kan per artikel een paar leuke kleuren uitzoeken. Dan moet je niet denken van, goh, wat voor kleur heb ik niet gehad vandaag. Paars of zo. Nee, het zit gewoon, het ligt er voor de voeten. Je pakt het pipetje hier en zegt tegen het pipetje, ik pak bijvoorbeeld, nou, zoek eens een leuke accentkleur. Wat zouden we pakken? Die radijsjes zelf, die aardbeidjes daar. Tik, dat pakt het gelijk bij elkaar, zie je dat? Dan hoort het een beetje bij. Ja, het is wel een tintje. Even een volvlak, alsjeblieft. Het is een beetje doorzichtig gemaakt. Maar dat pakt gelijk de kleur een beetje bij elkaar. Stel, ik moet voor dit artikel een kleur uitzoeken. Voor dit kadertje. Stel, aan die kant is een ander artikel. Wat zou ik dan pakken als accentkleur? Pipetje? Jij vindt, ja, de liveersbeest is leuk, hè? Dan doe ik die. Hop. Dat trekt het gelijk bij elkaar. Zie je dat? Het is een hele simpele, stomme truc, hoor. Niet verklappen. Dit heet schoenenriemtas. De dames weten er meestal alles van. Ja, dames, schoenenriemtas. Kleur van de schoenen, kleur van de riem, kleur van de tas. Dat trekt het bij elkaar. Ja, misschien vandaag even niet. Je bent even incognito nu. Maar normaal gesproken is dat een goede tip om het zo bij elkaar te houden. Nogmaals, deze is doorzichtig ingesteld. Dus ik ga hem even weer volledig openzetten. Eigenschap. Even spieken hier. Volgens mij. Ja, de dek. Oh, hij is toch echt een tintje geworden. Ja, de vulling. Ja, hij is echt een tintje. Dan blijft hij maar lekker een tintje. Nog niet. Maar de vraag is, kan het hier in het kleurpalet ook te zien zetten? Nou, het stalen paneel bedoel je, hè? Stalen. Nee, maar bedankt wel voor het bruggetje, want ik heb nog een leuker zo meteen. Nee, nog niet, maar ik kan nu wel zeggen, maken maar, hè? Dus, doe maar, dan zit nu dus ook een staalgraadkleur, oké? Okay? Er is nog een veel leukere. Stel, je kan niet kiezen en je moet een heel artikel gaan vormgeven met de kleuren van deze foto. Dat pipetje heeft een broertje gekregen onlangs, een jaartje of 4 geleden. Dat is een ingewikkeldere broer, moet wel heel groot, hè? Dat is een kleur thema. Sommige mensen denken, ja, die doet raar. Nee, die doet niet raar, die is hartstikke handig. Je sleept over het gebied waarvan je de kleuren wil lenen. Floep. Dan krijg je de hele staalkaart van maar liefst 5 kleuren in 1 keer. En die kan je in je staalkaart kwakken. Boom. En gaan gebruiken. Ja. Nee, ik moest echt even naar de Bahama's voor inspiraties voor deze kleuren, hoor. Dat was echt heftig nadenken, dit. Oké? Okay? Dus dat zijn een paar kernachtige vernieuwingen die dus iedereen kan gebruiken in snel even iets moois maken. Om dus zo'n pagina mooi en goed gevuld te krijgen. Maar ook goede kleuren te gebruiken. Okay. Ja, die laatste. Stel, we gaan de biologische kant op. Ik vind dit toch wel die aardse tonen vind ik mooi. En ik wil die meer gaan gebruiken in het hele blad, die aardse tonen. Dan pak je dus die ingewikkelde pipet. Je sleept een kadertje.
Joeps. Hop, los, daar staat hij nu. Ja, ik zal, dus hier is die. Dat zijn die geweldige aardse tonen. Dan zit hier een knopje om te zeggen, stoppen met mijn palet voor de staalkaart van meer. Ja. Plop, heb ik de aardse tonen erbij. Oké? Okay? Nog een vraagje aan deze kant. Hij werkt in dit bestand, dit themaatje. Uiteraard kan je kleuren kopiëren en lenen naar andere pakketten, naar andere bestanden. Wil je het grootser pakken, wil je dus echt een soort project gaan aanmaken, kun je ook zeggen, ik ga de libraries erbij pakken van Adobe. De libraries, dat zijn de Creative Cloud libraries. Dat is vrij recent, maar dan moet je wel even je workflow een beetje op aanpassen. Dus stel, ik ga een nieuwe bibliotheekje aanmaken. Een nieuwe bibliotheek, ik noem het onze drukwerkdeel. BioWise folder. Hè? Zo. Oké. Okay. Er zit nu nog niks in. Kan ik ook zeggen, stop ze maar in mijn bibliotheek. En deze kan ik in alle programma's altijd overal ter wereld blijven gebruiken. Die zitten dus niet beperkt tot dit bestand en met kopieën plakken en zo. Dit staat nu gewoon overal. Dus als ik nu op mijn iPad ga kijken, komen ze hier nu ook al meteen al. En als ik nu in Illustrator ga kijken, komen ze er ook. Of in Photoshop, hier. Photoshop, libraries, bibliotheek. Daar. Oh, hij zit al in het beeld. Hij zit hier achterin verstopt ergens. Nou ja, hij... daar. En dan moet ik nu het project, hoe had ik hem genoemd? BioWise folder. Nou, daar staan ze weer. In Photoshop. Ja. Een heleboel van die dingen kun je naar de cloud overdragen. Brokken. Maar daar kan ik een sessie apart aan gaan wijden bijna. Maar dat is dus op hoger niveau. Dus dat beantwoordt de vraag. Oké? Okay? Goed. Dat zijn zo'n paar kernachtige zaken die je moet weten van werken in InDesign. Hoe gaat het er dan uit? Moet er natuurlijk wel naar een drukkerij gaan dit. Hè? Bijvoorbeeld bij je drukwerkdeel. Er moet een pdf van worden gemaakt. Bij het maken van de pdf, hopelijk heb je gehouden aan de aflooprand van 3 mm. Heb je alles goed gedaan? Heb je de kleur eventueel mooi erin zitten? Vindt het goed zo allemaal? Dan gaan we dus nu naar een drukwerkdeel gaan we zeggen, ik ga er dus een pdf van maken. InDesign, pdf om af te drukken. Oh, nog één tip vooraf. Als je klaar bent met zo'n heel project, hoef niet iedere minuut te gaan doen. Natuurlijk gewoon bewaren, dat moet altijd. Maar als je denkt van, nou, het is wel redelijk klaar. Of ik moet het op een andere machine gaan zetten. Of ik wil op een stickje gaan zetten. Bewaar dan even een pakketbestand, weet je nog? Een pakket, want dan wordt alles bij elkaar geharkt. Al je lettertypes, al je plaatjes, wordt allemaal in één map gezet. Zodat je niks meer kan vergeten. En dat kan je dan goed als een zipje even ergens parkeren voor later. Dus dan heb je tenminste alles weer bij de hand. Want ja, wie weet waar al die plaatjes vandaan komen uit je harde schijf. Dat weet je naar de hand niet meer. Dus zorg dat je een pakket maakt. Als je dingen wil gaan finaliseren, niet dat het moet, maar het houdt alles lekker bij elkaar. Ja? Als je daar in het pakket weer gaat werken, moet je weer een nieuw pakket ervan maken. Het is een momentopname. Okay? Dus eerst een pakket maken, zou een goede gewoonte zijn. Nou, klik je op oké, en dan krijg je een mapje met alle troepen erin. Doe ik nu even niet. Ik ga gelijk naar de pdf. Exporteer de pdf. Om af te gaan drukken. Op een bureaublad zet ik hem even neer. Ik noem deze dus even voor klant. Je zou best kunnen zeggen voor de klant, die wil even snel even kijken hoe het zit. Die hoeft geen heel groot bestand met drukwerk, 300 dpi beelden. Die wil gewoon even zien hoe het eruit ziet. Die wil even een bladeren zonder een afloopranden van die dingen eromheen. Waarvan ze dan meestal zeggen, die gaan nog wel weg, hè? Ja, die gaan weg, ja. Die snijtekens en zo, dat hoeft allemaal niet. Maar die wil je even laten zien hoe het eruit ziet. Dus dit wordt de pdf voor de klant. Dus de instelling daarvoor kan ik je best aanraden te zeggen van, pak kleinste bestandsgrootte als preset. Daar staat die kleinste bestandsgrootte. Dan worden de plaatjes, kun je stiekem spieken hier, dan worden de plaatjes niet al te zwaar, maar ze kunnen wel zien wat er staat. Tekst en logos allemaal blijven scherp, maar de plaatjes worden niet met te veel dpi in die pdf gestopt. Okay? En vergeet niet het knopje aan te zetten, dat je wel de spreads slaat. Dat vind ik jammer, hè, dat die knop kleinste bestandsgrootte niet standaard spreads heeft aanstaan, maar ja, moet je even opletten. Want die klant wil ook kijken hoe ze zo eruit zien. Die twee niet onder elkaar, maar naast elkaar. Dus ik wil ook de spreads laten zien. Dus als ik dit nu bewaar, exporteren, dan gaat hij. Dan heb ik hier nu mijn pdfje klaarstaan voor de klant om naar te kijken. De pdf's, plaatjes zullen niet zo heel erg scherp zijn, maar zien er redelijk uit om te beoordelen of het leuk wordt. Pagina 1, mooi hè, zo'n sneeuwvlakte geloof ik. En hier komt pagina 2 en 3 met wat inhoud. Als ik van dichtbij ga kijken naar die bijtjes bijvoorbeeld, dan zie je dat die hommel die daar vliegt. Ik zie dat het een hommel is, ik zie wat de kleuren zijn, het ziet er gezellig uit. Maar er zit niet geen hoge resolutie in dus nu. Hè. Het is een vrij, je ziet al een beetje de blubber van de JPEG erin komen. Maar ja, dat is niet erg. Op dit formaat gaat het ook niet gedrukt worden. Okay? Dus dit is dan de pdf voor de klant om even te kijken of het gezellig wordt. Dan ga je de pdf eruit sturen voor de drukkerij, als alles is goedgekeurd. Dan ga je weer een pdf maken, exporteer opnieuw. En dan ga je dus naar de pdf voor de drukkerij. Voor drukwerkdeel. Oh, even goed typen, Peter. Sorry. Voor drukwerkdeel. Oké. Okay. En daarvoor moet je een instelling gaan maken. Bewaar.
die een beetje ingewikkelder is. Nou, ingewikkelder, er zijn afspraken over. Hoewel, ik wil deze even erbij pakken. Officieel, even kijken, waar, hier is Femke, daar is Femke. Femke, vertel eens, hoe zit dat nou? Oh, eerst komt Jeroen. Hoi, ik ben Femke en Hi, welkom Femke. Bij het DWD Klaslokaal. Ik laat je zien hoe je PDF-bestanden bij ons aanlevert. Aha. Je ontwerp lever je aan als PDF-bestand. Het profiel dat je daaraan meegeeft is bepalend voor het uiteindelijke resultaat. Onze drukkerijen gebruiken profiel PDF X1A 2001. Dit betekent dat ook jij je bestand moet aanleveren met dat profiel om het gewenste resultaat te bereiken. Dankjewel, Femke. Dus ze zei dus PDF X1, heb je wel eens van gehoord? PDF X1A 2001 of zoiets. Dus gaan we even kijken wat het dan is. Dat staat hier ook. Dus aanleveren als PDF, is een hele mond vol. PDF X1A. Hij staat boven in de lijst. En dan moet je een beetje opletten met transparantie. Moet je een beetje opletten met tekst en zo. Dat is een beetje een oude norm, want hij heet ook 2001. Dat is voor 18 jaar. Dat is voor oldtimers. Dat is voor drukkerijen die nog een heel andere drukpers hebben staan uit van voor de oorlog of zoiets. Met een rip uit het jaar 1985 misschien. Dat hoeft niet meer zo dringend. Ik heb met Femke gesproken en of met mensen, ook meer mensen die hier de techniek een beetje in de gaten houden. Zeggen van ja, er zijn nog wel eens drukkerijen of bepaalde technieken die vereisen dat. En in 2001 en zo. Want er zijn een paar problemen mee. Je mag geen RGB erin stoppen. Je mag niet meer de Pantone kleur dan één. Allerlei rare dingen die dus best wel lastig maken. Er kunnen van die rare witte lijntjes gaan komen met afvlakken, gedoe. Maar het hoeft niet meer zo nodig. Ik heb er gevraagd, mogen we niet echt één tandje verder? PDF X1A, gewoon één tandje verder. En ze zeggen, jawel, het mag. Hoera, we kunnen dus gewoon PDF 1.4 kiezen. Dat is dan niet de norm. Maar het is voor heel veel drukkerijen gewoon goed. Als iemand nou een oldtimer heeft, dan moeten zij maar even dat weer omzetten. Hun Acrobat, vooruit dan maar hou in de gaten. Ik lever tegenwoordig bij overal gewoon PDF 1.4 aan. Gewoon drukwerkkwaliteit. Hier staat hij namelijk, hier komt hij. Dan staat hij hier. Dus hier is die gekke norm. Standaard, PDF 2001. Ja, leuk Femke, maar het is 19 jaar oude technologie. Dus ja, best beter. Nou, maar toen hadden we nog niet eens transparantie in normale PDF. Dat kon niet eens. Want het is een hele oude postscript van PDF 1.3. Dat is de allereerste versie postscript naar PDF. Dat is echt heel oud. Mogen we nou één stapje verder, eentje verder, dan mogen we RGB erin laten zitten. Mogen we makkelijk omzetten en zo. Hoeven we geen zorgen te maken met afvlakken en zo. Allemaal gedoe. Nou, er zit geen standaard meer. Nou, en? Ja? Dus even kiezen hier voor drukwerkkwaliteit. Dan gaat hij op 1.4 staan hier en dan staat hij op geen. Dus als je die kiest, drukwerkkwaliteit. Nou, zeg niet dat het voor mij hebt. Maar Femke zei, oké, doe maar. Dat maakt het namelijk ietsje veiliger qua transparanties. En als een keertje dat wel een probleem gaat opleveren, dan heb je niet van mij. Hè? Okay. Maar het wordt gedoogd, laten we zo zeggen. Dus dan zeg je drukbare kwaliteit, dan gaat hij naar 1.4. En is het geen standaard, moet je wel even aangeven bij het omzetten van de kleuren. Dat moet altijd, ook bij de 1.4a aan 2001. Moet je zeggen, nou, wat voor een kleurprofiel moet je hebben. Dus dit hele PDF-profiel mag dus drukbare kwaliteit zijn. Maar doen we dan wel een lol dat je even oplet bij het drukwerkproces, wat bij het drukwerkdeal wordt aangegeven, dat je kiest voor de goede doel. Omzetten in een doel. Dat de kleuren, mocht er nog Pantone of RGB in zitten, omgezet wordt naar wat de kleurenpers of de kleurenprinter hier maximaal aan kan. En dat is dan meestal een van dit soort namen. Fogra, Euroscale, wat hebben we allemaal. Moet je even nakijken, als je de aanleverspecificatie gaat kijken, dan zie je dat er wat staan. Want er zijn soorten papieren die kunnen meer of minder kleuren gebruiken dan andere. Dus als je dat profiel weet, dat kleurprofiel weet, niet het PDF-profiel, hè? Dat was van dat de PDF-X, dat we drukwerkkwaliteit doen. Maar het kleurenprofiel wat daarin meegenomen wordt, dan moet je even dus ook nakijken. Daar wil ik niet over zeuren. Dat is gewoon een goede afspraak. Nou, stel, we maken dan Euro ISO-coated Fogra 927. Nou, doe die maar. Dus dat is een bepaald gebied van kleurbereik wat een drukpers aan kan. Dan gaat hij het nu voor je omzetten. Dus je hoeft niet meteen de foto's om te zetten in Photoshop. Dat is veel te vroeg, joh. Laat het omzetten van RGB hier nu gebeuren door dit commando. Ik weet mensen die hebben een catalogie gemaakt met 300 foto's. Ze hebben alle foto's één voor één te omzetten van RGB naar foto's. Ja, smik moeten we, hè? Smik. Moet toch, hè? Moet niet. Het kan nu alsnog, ja? Het is nooit te laat om te zetten. Het kan zelfs nog bij de druk als je het vergeten bent.
Ja. Kan zelfs nog hierdoor hun hier worden gedaan. Als zij dat binnenhalen, die tool, die aanlevert tool die ze hier gebruiken, die zeggen over, er is eentje vergeten. Oké, doet dit alsnog omzetten. Dus het is nooit te laat om het om te zetten, maar het moet wel gebeuren. Oké? Dus je mag drukwerkkwaliteit aanleveren. Dan springt dus deze Adobe-instelling op Acrobat 1.4. En dat is dan niet die norm, die oude voor die oldtimers, vooruit dan maar. Maar zet wel het kleur even om, uitvoerkleur. Heb je nog Pantone-kleuren erin zitten, als je weet wat het is, dan kun je bij Inkbeheer zeggen, zet die ook om. Ja, ik heb hem nu niet, maar dan zou ik een knopje kunnen aanzetten. Dan wordt die ook omgezet naar die goede cyan, magenta, geel, zwart kleur. Dus het is nooit te laat om iets om te zetten. Het kan altijd nog nu, vlak voordat de PDF eruit rolt. En dan mag je je InDesign bestand en je Photoshop bestand en je instellingen allemaal gewoon laten voor wat het is. Dus hier is de finale klap, zou je kunnen zeggen. Om de kleuromzetting goed te laten gebeuren. Doe dat dus wel, alsjeblieft. Oké? Dus dit wordt dan de drukwerk PDF met een iets modernere instelling dan 2001. Prima hoor, echt waar. Met een kleuromzetting naar ISO Coated Focra 27. Voor dat soort drukpersen, prima. En geen Pantone kleuren nu erin. En exporteren de hap. Nou, dan gaat... Oh, ben iets vergeten. Sorry. Wat ben ik nog vergeten? Weten jullie dit? De afloop en al die toeters en bellen eromheen. Hè? Dat ziet er stoer uit altijd. Trouwens, mag dat hier bij drukwerk doen? Moet je dus... Ik geloof het wel, hè? Of mocht je ze juist, je moet ze gewoon weglaten, zeggen ze. Want die hebben we wel vaker gezien, we hoeven ze niet. Dus ik geloof bij drukwerkdeel mag je gewoon ze zelfs weglaten. Die, niet de afloopbrand, maar wel de instelling voor de toeters en belletjes. Nog even erbij, nog een keertje. Wat bedoelde ik hier bij tekens en afloopgebied? Dus die hoeven ze echt niet, zeggen ze. Ja, dat ziet er wel stoer uit. Weet je wat je wel eens moet doen? Als je de klant een beetje wil jennen en die zegt van ja, er moet weer een correctie komen of zo. Ja, ik moet nog wat corrigeren. Moet je een keertje sturen met die knopjes aan. Dan worden ze al een stuk van, ja, het is bijna af, hè? Mag niks meer doen, hè? Nee, je mag niks meer doen, nee. Want die dekens, nee, dat kan niet meer veranderen. Ja, dan wordt het duur. Ja. Dus het is een beetje psychologische oorlogsvoering. Om door ze erin te zetten, denkt de klant wel vaak van, oeh, het is wel een latend proces, hè? Dus het wordt vast lastig. Ja, het wordt heel lastig. Kan zo veranderen als het moet, maar het is een beetje laten zien dat het nu toch wel af moet zijn, hoor. Het is één knopje, dat is alles. Deze dus wel, hè? Ook voor drukwerkdeal. Dus die hoeven niet per se. Gebruik hem psychologisch bijna. Maar die is dus bij de klant. Maar deze is wel nodig. Dat die 3 mm even meekomt. Oké. Dus dit wordt de drukwerkdeal PDF. En als we gaan kijken zie je ook dat ze behoorlijk verschillen qua grootte. Dus deze heeft waarschijnlijk niet zoveel resolutie erin zitten. Nee, die andere juist. Voor de klant. Die was dus 440k, nou, daar ligt niemand van wakker om dat in je mailbox te krijgen. En die voor het drukwerkdeal, het waren maar 2 pagina's, maar dat is toch al een dikke 2,5 megabyte. Nou, als het 80 pagina's zijn, wordt het al 100 megabyte. Dus het loopt wel snel op. Dus dat is beter om zo de klant niet de echte officiële dikke resolutie aan te leveren, maar gewoon een klein bestandje met wat instellingen die voor hun beter zijn. Duidelijk zo? Of een stukje bevestiging, voor als je het al weet. Het is ook altijd goed dat je op een goed spoor zit. Dan denk ik van, ik doe het ook zo. Nou, prima dan. Dat zijn zo wat zaken die ik nog eventjes tot slot nog wilde vermelden. Over InDesign als kernachtige gedachten die nodig zijn, die je toch echt wel moet weten. Ook al heb je het heel lang geleden een keertje gedaan allemaal. Maar dan hopelijk ben je nu weer even bij. Er waren wat vragen. Als we nog tijd mogen besteden aan een paar vragen. Want ja, nog 5 minuten hebben. Nou, even kijken. Nou, 2 vragen dan. Magazine boek doorbladerbaar, digitale versie. Oh, dus je wil graag dat het online een PDF zo bebladerd kan worden. Met zo'n leuk krulletje aan de pagina waarschijnlijk. Ik weet niet van wie de vraag komt. Dus een magazine boek doorbladerbaar maken als een digitale versie. De beste stap die je daarvoor kunt nemen, dat is, ja, je kan het met Publish Online gewoon neerzetten. Dus je kan vanuit Adobe zelf zeggen, knopje hier. Dat is een heel onbekend knopje, daarboven in de balk. Daar staat hij hartstikke groot. Tada! Publish Online. Als je die hier neerzet, klik, dan gaat het nu die PDF online zetten. Hoeven mensen niks te downloaden, hoeven ze niks te weten. Ja, je klant niet drukken hoor. Dan kun je hem online zetten. Ik noem het dus voor jullie, noem ik hem nu. Voor jullie, gezellig, daar gaat hij. Nou, jullie, ja, ook goed. Mogen ze hem ook nog downloaden eventueel? Nee, ze mogen alleen maar kijken, niet eens downloaden. Of toch? Ja, ze mogen de PDF downloaden, ze willen printen misschien, weet ik veel. Oké, publiceren. Zag ik een knopje daar? Publish online. Even wachten, dan moet hij even de boel bij elkaar gaan harken nu. Dan wordt hij dus nu online gezet. Hij gaat nu de lucht in bij Adobe. Iedereen die een abonnement heeft mag dus god weet hoeveel gigabyte neerzetten bij Adobe. Dan komt hij te staan, zolang als jij wil. En je mag nog bijwerken ook. Als je denkt van ja, ik heb iets veranderd, doe je updaten of bijwerken. Dan wordt hij weer bijgewerkt met weer een nieuwe versie, diezelfde link. Want er komt een linkje uit. En dat linkje kun je mensen geven en daar gaan ze naar kijken. Dus ze kijken naar een link, naar een online PDF. Dan kunnen ze doorheen gaan bladeren, kijken wat erin zit. Dus alleen merk ik vaak, mensen vinden het niet zo mooi. Ze willen zo'n krullend paginaatje eraan gaan zien en zo allemaal. En dat doet Adobe dan even niet. Nou, we moeten even wachten tot hij er is. Hij is aan het uploaden, zegt hij.
Dat zou zomaar kunnen. Ja, daar gaat. Dus dit is dus wat de klant krijgt. Je kunt een linkje kopiëren. Hier, kopie, dan kopieert de link. Dus dan gaat ze een mailtje sturen. Kijk naar deze link, daar zie je de PDF. Oké? Dan kunnen ze gaan kijken naar document weergeven. Dus zo ziet het er dan uit als ze die link kopiëren en intikken of opnieuw oproepen. Dit was die sneeuwvlakte, weet je nog? Dit is dan pagina 2. Oh, ik heb spread niet aangezet. Oh, dat spread knopje had ik moeten aanzetten. Ja, ja. Nou, heb ik een reden om bij te werken. Bijwerken. Ik ga weer sluit deze. Nog een keertje. Publish online. Moeten we weer wachten. Nou, spread had ik moeten aanklikken. Ah, fijn. Je snapt het. Oké? En dan weer publiceren. Weet je het? Oh, nee. Bestaande bijwerken. Ja, ja. Met spread. Dus dan wordt hij nu... Weet je het zeker? Ja, weet ik zeker. Nou, doe maar niet. Dat duurt weer even. Oké? Dus publish online. Belangrijke functie staat online. En het staat al online zolang totdat Adobe failliet gaat. Nou, dat kan wel even duren. Ja? Vind je dat niet mooi genoeg? Moet er meer met personalisatie gebeuren? Moet er meer met bladerbare van die krulletjes aan de pagina? Ga dan in godsnaam zo snel mogelijk naar Issue. Issue is een dienstverlener die de enige die over is en die het goed doet, is SUU. Wie kent hem al? Issue.com? Ja, een paar vingertjes hier. Ga daar uploaden. Dan kun je nog gratis kan al heel veel. Met een klein account kun je al veel leuker maken en personaliseren. En ook nalezen wie hem gelezen heeft en zo allemaal. Dan kun je dat dus een beetje gaan bekijken. Kun je hem ook verspreiden. Dus Issue is een goede dienstverlener die dat al 20 jaar doet. En nog altijd goed volhoudt. Ook op de iPad is hij dan goed te zien en zo. Dat van Adobe doet het dus ook, maar het ziet er wat minder fraai uit misschien. Oké? Dus twee uitgangen. Goedkoop en snel via je eigen Adobe account via Publish. En deze dan via Issue. Met wat meer stapjes, wat geld misschien, om het toch wat mooier af te maken. Oké? Andere vraag. De tweede en gelijk laatste vraag. Bewegend beeld in magazine, ook digitaal. Volgens mij de tweede, twee vragen van dezelfde persoon. Ja, kan, maar dan zie ik je graag bij een nieuwe sessie, masterclass. We gaan EPUB Fix voor jou doen. Want er kan een hoop. Maar het is, deze is helemaal in InDesign gemaakt. Kan wel even laten zien. Er zitten best wel mooie dingen in. Er kan best wel veel gedaan worden. Het heet EPUB Fixed Layout, heet het dan. En dan ga je dus met InDesign... Zit hier een heel animatieverhaal hè, in InDesign. Animaties, venster, animatie daar. Ja, het staat er uitdagend bij. Hè? Heel erg leuk. Maar ja, dan krijg je dus dit soort dingen. Even eentje erbij pakken. Het is geen PDF, het is een EPUB Fixed Layout. Dus niet alles kan. Je moet een beetje weten wat wel en niet kan. Dus het is niet van, oh, ik kan dan niet zeggen, ja, alles kan. Zoals ik voor print kan doen, hè, zei ik dan straks. Nee, dan moet ik kijken, wat wil je? Nou, dit kan dan wel of niet. Even een stapje terug. Even annuleren, even naar de bibliotheek. Ziet er zo ongeveer uit. Bladeren. Hier is er eentje. Nou, deze gaat toevallig over een hele andere catalogus van wat software. Hij staat al halverwege. Even naar het begin. Dat ziet er dan zo uit. Komt er dus zo'n ding in beeld met een videootje erin. Gaat het videootje afspelen. Kan ook naar de volgende pagina gaan. Features. Nou, dan gaan mensen, oh, ze heeft de volgende drie features. 1, 2, 3, 4. Dan kun je open tikken hier. Er zijn wel leuke dingen te doen. Ja? Beweegt wat. Er is wat klikbaar, interactief. Maar dan gaan we een stapje verder dus. EPUB Fixed Layout. Daar moet je naar gaan kijken. Ook dat kan online worden gezet met dat Adobe knopje daarbovenin. Maar je kan hem ook gewoon verspreiden als een bestand en aan mensen geven op een sticky of via een andere manier. Dat waren nog twee korte vragen tot slot. We gaan lekker 5 minuten borrelen, geloof ik. Nou ja, je mag een beetje nazitten als je wil. Ik ben nog een tijdje hier. Stel nog wat vragen. Ik heb nog even net de afsluiter hier. Nog even kijken of ik niks vergeet qua afsluiting. Want ja, we zijn netjes hier aan het eind. Jij hebt ook gedaan. Hulp online. Je kan bij Adobe uiteraard kijken. Maar ook Drukwerk Deal heeft heel veel bij Klaslokaal online staan. Heel veel video's om je op weg te helpen. Dus ga er gerust een keer kijken. Even de browser erbij pakken. Drukwerk Deal. Dus staan hier bij de klantenservice best wel veel videohandleidingen. Die aanleverspecificaties kun je hier vinden. Dus dit zijn twee belangrijke bronnen waar je heel veel informatie kunt vinden. Ook de video's van vorige masterclasses kun je hier vinden. Oh, moet een freebie op vrijdag. Nee. Dat kun je daar vinden. Verder hebben we voor je ook nog een kleinigheidje in die map zitten. Vergeten. Nee, volgens mij hier. Oh, hier. Ja, dat is het dan. Klaar. Ja, daar, ja. De Judith shortcuts zitten in de map. Zitten dus een velletje met allemaal shortcuts. Dus met dank aan Judith uiteraard. Misschien zien we elkaar weer bij de masterclass of bij een andere sessie, Illustrator of Photoshop. Tot zover eventjes. Dank voor je aandacht en misschien tot zo meteen weer kletsen. Prettige borrel en nog een goed weekend. Drukwerkdeal.nl